Het is vandaag maandag 4 juli. En ik zit hier via Zoom tegenover Jan de Smet en Maaike van Peel. Heren, welkom. Hallo, dankjewel. Wij zitten hier vanwege de 80ste verjaardag van Wim T. Schippers. Hij is op 1 juli 2022 is die 80 jaar geworden. Hij is geboren in Groningen op 1 juli 1942, lees ik hier af van Wikipedia. En ik had op Instagram had ik gevraagd aan mensen of ze Wim T. Schippers kennen. En ze konden kiezen tussen een enorme held of nog nooit van gehoord. En ongeveer 20% vindt het een held. En ongeveer 80% van de mensen weet niet wie Wim T. Schippers is. Perfect. Dus daar gaan wij verandering in brengen. Ik ga eventjes, voordat we eraan beginnen, leef ik even zijn Wikipedia voor. Dan is voor de duidelijkheid. Willem Theodor Schippers. Wacht. Hallo. Ja? Moeten we nu beginnen met een jingle? Ja, begin maar met een jingle. Ja, dan moet jij hem maken. Wim T. Schippers! Wim T. Schippers! De grote Wim T. Schippers podcast! Ik word niet goed! Reeds! Goed! Willem Theodor Schippers, geboren in Groningen. Oh, dit is voor Wikipedia, 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 subjingle, de Wikipedia jingle. De podcast, wat is er op de podcast? De podcast. Willem Theodor Schippers is een Nederlands programmamaker, acteur, stemacteur, schrijver, presentator en beeldend kunstenaar. Zijn beeldende kunst heeft verwantschap met fluxus, popart en conceptuele kunst. Als theatermaker maakt hij gebruik van humor en absurditeit. Als schrijver creëerde hij vaak nieuwe woorden. Veel televisiekijkers kennen hem van controversiële uitzendingen die hij tijdens de jaren 60 en 70 maakte, zoals Hoepla en de Fred Haché Show. Met de bekende personages als Fred Haché, Barend Servet, Chef van Oekel. En voor de radio maakte hij Radio Dieprogramma Ron Flon Flon avec Jacques Plafond. En voor de jeugd is zijn stem bekend van onder meer De Blauwe Meneer, Ernie, Graaf Tel en Kermit de Krikker in Sesamstraat. Dat is Wim T. Schippers in een notendop. De man heeft meer gedaan dan heel veel mensen samen opgeteld. Wie is De Blauwe Meneer? Dat weet ik ook niet. Ik denk dat er ook iets uit Sesamstraat is misschien, De Blauwe Meneer. Dus ja, dat zal wel zoiets zijn. Hè. En wat is Fluxus? Fluxus is een concept. Intercommunale in Vlaanderen? Fluxus? Nee, dat was een collectief voor kunstenaars. Heel Nederlands, ja. Maar er waren wel een paar Vlamingen die er ook, schatplichtig aan waren. Die ook rare dingen deden. Ja, ik krijg van Fluxus nu. Die zijn toch dat is inderdaad. Het is ook, ja. Laten we beginnen bij het begin, heren. Jan. Hoe heb jij Wim leren kennen? Was je bewust van wie het was en jouw waardering voor hem? Ja, je moest erachter zoeken. Hè. Ik was 18, 19 jaar in 71 en 72, toen hij zijn fantastische tv-programma's maakte. Ja. Die werden uitgezonden via de VPRO. Ik woonde nog thuis en natuurlijk, in een katholiek gezin, beheerde de moeder de tv. En het was verboden om naar Barend Servet of naar Fred Haché te kijken, of naar Jeff van Oekel. Ja. En door het feit dat het verboden spijs was, werd het des te aantrekkelijker. En hoopte ik altijd dat mijn moeder een vergadering had met een of andere vereniging, met de katholieke arbeidersvrouwen, en dat ik toch heel stiekem dan uiteindelijk toch die... Ik heb er een paar kunnen zien en er zijn een paar fragmenten die mij nog altijd in het geheugen blijven plakken. Ik kan er eentje vermelden dat mij altijd is blijven bijgebleven. Ik weet niet meer dat het in Barend Servet of bij Chef van Oekel was. Ja. Het zal een muziekprogramma geweest zijn. En de toen, ik denk 19 of 20-jarige Christiane van de Wijngaard, die we allemaal kennen als de latere hoofdrechter van het strafhof in Den Haag. Christiane van de Wijngaard. Ach, tuurlijk. Ja. Christiane, ja, voor de zeker. Vrienden.
Michael, jij kent die, hè? Christian, Vinnie, ik noem ze altijd Vinnie. Hij mag Vinnie zeggen, oké, alright. Ja. Maar die had een LP gemaakt, een kleinkunst-LP, onder de naam Chris Wijngaard. Onder de productie van Guido Kassiman van Radio Omroep Brabant toen. En blijkbaar is die plaat ook in Nederland geraakt, bij Wim T. Schippers. En er was één nummer en dat heette Dat kan de mens. En het refrein was, ik heb het even opgezocht, breng om, hak om, zwak af, breek af, roei uit, moord uit, en zo verder. En in het tweede refrein werd dat dan op dubbele zong zij dat op dubbele snelheid. Breng om, hak om, zwak af, breek uit, roei uit, moord uit, en zo verder. En ik weet dat na ongeveer een halve minuut, als zij aan het zingen was, dat ze gewoon de klank gewoon wegdraaide. En zij dus 2 minuten lang alleen maar beeld zonder geluid. Dus gewoon, breng om, hak om, zwak af, breek af. Dat kan de mens. En dat heeft de mens, Wim Schippers, dan ook gedaan in dat programma. Hè. Heeft gewoon letterlijk gedaan wat zij in haar programma vroeg. Ja. Dat is één fragmentje dat ik mij goed herinner. En dan een ander moment natuurlijk. Ja, af en toe luide muziek en blote dans komen er ook in. Dat was ook altijd interessant. Blote dames, ja. Voor een 18, 19-jarige jongen in 1971, toen er nergens blote dames te vinden waren. Die waren er wel, hoor, Jan. Die waren er wel, je moest beter zoeken. Ja. Ik wil je droom... Ja, ik wil je jeugd niet helemaal... Niet op tv, bedoelt hij. Ja, nee, die op TV. Waren elders, waren niet. En ook niet bij ons in de huiskamer. Ook niet. En ook niet in het café toen. Nee, ook niet. Toch niet in de cafés die ik frequenteerde toen. een bepaald moment kwam er ook een of andere rare figuur een deur uitgelopen, van boven volledig gekleed, maar gewoon in zijn blote piemel. En dat was dan ook nog een lelijke mens en een roodharige. Dus dat was echt... het was in zwart-wit, maar je kon toch zien dat een roodharige was. Dat zijn zo dingen. En natuurlijk ook, ik heb de documentaire ook bekeken vorige week. Ja. Vorige zondag was het zeker, of zaterdag of zondag, enfin, zwart. En, de thee bij Wim Schippers? Het was zoiets, Ronald, een of andere cabaretier die hem interviewde. Ja. Ronald Snijders, ja. Op een nogal, ik vond het nogal een gênante manier, feitelijk. Ja, Het is tenen krullen, maar niet op de leuke tenen krullen. Nee, het was echt tenen. Ik vond het ook. Ik kreeg plaatsvervangende schaamte in de plaats van die jonge man. En ik denk dat Wim T. zich nog een beetje heeft ingehouden, want die kan ongelooflijk cynisch uit een hoek komen. Ja. En dan, dat kwam mij pas onlangs terug voor de geest, dat ik hem ooit persoonlijk heb ontmoet. Ach. We hebben een heel kort gesprek gehad en dat was... Wij speelden toen met de Nieuwe Snaar. In 1984 speelden wij op het Of-Of Festival in Avignon. Je hebt dus het officiële festival, dan heb je het Of Festival en het Of-Of Festival is zo dan... Zoals Of-Of Broadway. So, ja, zoiets. Is er ook nog een Of-Of Festival? Is het Of-Of-Of-Of Festival? En dan ben je weer terug. Echt in de café. Ja. Dat speelde zich dan af in de cafés, denk ik. En Wim was blijkbaar... Hij was trouwens met zijn vrouw daar, met, weet ze vooral? Ellen, denk ik. Ellen, ja? Ja, Ellen. Ellen Jens. Ja. En die waren er blijkbaar aan het scouten, wat is hier allemaal te zien. En die kwamen toevallig terecht bij onze voorstelling. Wij speelden voorstellingen om 2 uur in de namiddag. Dat was zo'n een presentatieprogramma, om dan later in Frankrijk te kunnen toeren natuurlijk. En blijkbaar zat Wim Schippers in de zaal. En is mij achteraf nog komen feliciteren, want hij zei van dit soort humor, muzikale humor, slapstick, bestaat bij ons niet in Nederland. Ik vond dat redelijk... Ik was er wel redelijk trots op. En, dat begrijp ik, ja, natuurlijk. Ja. Maar er is verder voor de rest... Met Wim is er voor de rest niks meer van terechtgekomen. Maar nee. Wij hebben dan wel, naar aanleiding van die voorstellingen, daar toch redelijke tournees in Frankrijk kunnen doen. Ah, oké. Okay. Dus de ontmoeting met Wim T. Schippers en Ellen Jens was toch wel een van de hoogtepunten daar. In het Frans dan? Of hoe toerde je? Ja, was die voorstelling in het Frans? Ah, ja. Wij hadden ons programma in het Frans ook, de liedjes ook en de bindteksten ook.
Oh, wauw. En dat gaf ons natuurlijk de kans om in het circuit van het café theater, hè, dat was niet echt de grote schouwburgen, maar dat was zo café theater. En dat was, we hebben dat toch... Of circuit. Ja, of circuit. Ja. Ja. Toch? Hey, Michael van Peel, hoe zit het met jouw liefde voor Wim de Schippers? Want jij bent natuurlijk jij bent de jongste van ons drie. Ja, is dat zo? Veruit. Ja, ik denk het wel. Ja. Goed. En Hoe ben jij met Wim de Schippers in contact gekomen? Wat was jouw... In retrospect, blijkbaar, want ik wist dat toen niet, in de jaren 80 via Chef van Oekel strips. Ja. In Robbedoes, de verzamelbundels destijds. Dat stond in Robbedoes, ja. Natuurlijk weet ik niet of die zat, maar in Robbedoes wel, geloof ik. Ja, ja, niet allemaal waarschijnlijk, want ja. Maar eigenlijk op deze manier. Op een cassettebandje. Dus jij nam Rofloflo op cassettebandjes. Nee, dus ik, op de best mogelijke manier denkbaar, denk ik. Namelijk, toen ik op... Ik zal even... Hoe klinkt de cassettebandje, jongens en meisjes? De MP3 Spotify. Ja. Zo klinkt het zo. En ik zat op kot in Antwerpen. Eind jaren 90. Zonder distributie, zonder tv. Het internet bestond nog niet. Pom, pom, pom. Ja. Zong Herman van Veen. En, maar wel radio natuurlijk. En zoals ik hier kan zien, op 92,6 megahertz... was er blijkbaar, ik denk dat ik twee Nederlandse zenders kon ontvangen, namelijk VPRO en 3FM. Dat is 3FM, dat is hetzelfde. Want VPRO is op 3FM. Dus dat is zo? Ja, 3FM is de zender en VPRO is de, de organisatie die dat uitzenden. Er waren Tros, Avro... Dus blijkbaar kon ik maar één zender ontvangen, namelijk 3FM op de VPRO. Ja. En dat was toen, ik weet dat nog goed, ik was altijd een nachtraaf, dat was legendarische radio, omdat dat nog... Die nachtradio was echt radio. Die waren zo zot. Dat ziet Giel Beelen is nu heel bekend. Ja. In Nederland, als radio-dj onder andere. Toen niet echt. Die had gewoon een nachtradioprogramma om 1 uur 's nachts. En dan ging hij zo random telefooncellen bellen in de Verenigde Staten. Zo, en kijken wat er gebeurde. Zo, dat soort wacko radio. En een ander programma dat blijkbaar elke vrijdag tussen 1 en 2 werd uitgezonden. Ja. Op frequentie 92,6. Was een of ander gek... programma genaamd Ronflonflon met Jacques Plafond. Ja. En ik wist toen niet dat ik moest schrijven, dus ik heb Ronflonflon geschreven, maar het is met een N, natuurlijk. En dat was zalig, dat was totaal van dat potgerukte radio. Dat waren heruitzendingen, bleek. Kijk, dat is hem. Maar ja, ik wist... Ja. Respect. Dat was fantastisch. Dat was met zo'n soort boertige Hollandse radiopresentator die niemand liet uitspreken en ook continu... Hé, wat? Zo, totaal uit het niets van die absurde... Ja, ook iedereen aanspraak met you, vond ik ook heerlijk. Fokken, heb you. Ik vind eigenlijk dat you heel dit gesprek... Wij moeten vanaf nu eigenlijk you gebruiken. Moet zeggen. Dat is echt gewoon jammer dat dat niet is doorgevoerd. Want dat is dus een soort combinatie tussen jij en u. Ja. En dat is you geworden. Terwijl hun hebben we dan wel overgenomen, als het gaat over non-binaire fluïde personen. Ja, maar dus die you was ideaal. Veel beter. Ja. Veel beter. Dus maar dat waren dus de heruitzendingen waar jij naar luisterde. Ja, dat moet geweest zijn, want dat programma is gemaakt. Dat liep tot begin jaren 90, tot 1991, denk ik. Dus, ja, inderdaad. Ik luisterde daar destijds naar toen het was. jij dan 5 jaar. Ja, wel ja. Ook 5 jaar jonger. Ja. Maar ik ken dat ook niet. Je had geen internet. Hoe de fuck? Je kon alleen maar dingen ontdekken door per ongeluk langs de radio er langs te draaien. Of via vrienden die zeiden... Hey, dat zei ik dus. Ik heb dus reclame gemaakt. Om vrijdag om 1 uur 's nachts moeten luisteren naar die frequentie. Zalig. Ik weet niet of ik veel vrienden heb warm gemaakt. Ik ben wel benieuwd. Nee. Ik heb bandjes sindsdien nog niet gehoord. Dus ik weet niet welke uitzending het is. Nee, ik hoop, Michael, dat het de uitzending is waar hij een interview doet met de Vlaamse volksvertegenwoordiger Walter Luiten van de Volksunie. Ja, van de toenmalige Volksunie, waar Jacques Plafond dus op zijn eigen gereide manier probeert van Walter Luiten uit zijn kot te lokken. Ja. En dat lukt niet, want die Walter blijft gewoon zijn ideologie verdedigen. Zijn discours, toen was er nog heel veel taalstrijd ook. En de Waalse cultuur mag niet overheersen. En het is echt een... Ik heb het hier op nu niet meer, zeg. Deze dingen kan je erop. Het is al verleden tijd. Dat, nu niet meer, hoor. Zo van dat dingen. Ja, nee. Dat is allemaal verleden tijd. Of het Gerard Reven-interview is natuurlijk ook een legendarisch te noemen. Wat ongeveer 1 zin was. Man. Dat hij al weken aan de
aangekondigd dat hij Gerard Reven gaat interviewen. Maar weken, dat... hè? Met een jingle ook, hè? Ja, met een jingle. Het grote Gerard Reven interview. Nog één week, dames en heren. Volgende week zijn we er met het grote Gerard Reven interview. Ja. Zelfs straks, over een uurtje ongeveer, bellen wij live met Gerard Reven. Ik doe nooit interviews. Het grote Gerard Reven interview. En dan straks, dames en heren, na het nieuws gaan we bellen met Gerard Reven. Zo, goed. En dan belt ze die. Hoort die telefoon overal zo tring. Hallo? Meneer Reven? Jazeker. Gelooft u nou echt niet in God? Ja, sorry, dit kan echt niet. Klik. Ja. Dat was het hele interview. Dat is al, en dan vraag ik me natuurlijk af... Dat is afgesproken werk, dat is geschreven, dat is afgesproken, toch? Ik heb geen flauw idee. Want het zijn hoorspelen, hè? Het zijn dingen die op voorhand bedacht zijn. Ja, klopt. Maar die radioprogramma's, ook die ruzie met... Omdat die continu bijvoorbeeld de mensen van het ANP die de verkeersinformatie kwamen voorlezen, onderbrak je heel de tijd. Ja, er staat een file op de A17 richting Dordrecht. Ja, hè? Waarom? Waarom zegt hij dat? Nou, daar heb je toch niks aan? De mensen staan er al. En zo, wat anders in de aanbieding? En die werden zo kwaad dat die weigerden terug te komen. Ja, ja, ja. Die aflevering heb ik wel gehoord, waarin het zo'n Jelle of zoiets, een van die verkeerslezers van de politie, die daar de files kwam voorlezen, dat hij zo halverwege kwaad doorhoudt van ja, zo kan ik mijn werk niet doen en dan ben ik maar weg. Dus ik weet niet... Dat klonk niet echt... Allee, dat moet al goed kunnen acteren als flik om daar op in te gaan. Ja, om dat inderdaad te faken. Hey, en wat aten zij? Wat aten zij? Ja, bekende Nederlanders bellen en dan gewoon vragen, wat heb je gisteren gegeten? En ja, maar en echt de meest bekende mensen en dan alleen maar willen weten wat ze gegeten hebben en voor de rest niet. Ja, dat is het beste. Ja, dat is fantastisch. Hey, en heeft dat jouw interesse in de persoon Wim de Schippers dan gewekt om naar andere dingen te kijken, andere dingen te zoeken van hem? Ja, maar achteraf, want ik wist totaal niet dat hij een beeldend kunstenaar was ook. En zelfs eerlijk gezegd, op voorhand had ik iets van, ik weet niet of ik het... Want ik weet niet, er zijn maar weinig, vind ik, absurdistische kunstenaars en comedians die ik ook echt geloof. Ja. Waarvan ik niet voel van, dit is een act of dit is... Waar ik echt denk van, maar dit is gewoon weer heel erg leuk. Dat is heel, heel, heel duidelijk zichtbaar in die documentaire van vorige week, van vorige zondag, denk ik. Ja. De 20-jarige Wim Schippers, dat is juist dezelfde als de 80-jarige Wim Schippers. Ja. Ja. Dat is gewoon dezelfde man, dat is dezelfde ideeën, dezelfde stem ongeveer ook nog. Maar een beetje jonger. Wat ik daar niet aan snap, is dat hij op 20 jaar serieus zou kunnen worden genomen door King omdat het zo bijzonder was wat hij toen al maakte, denk ik. En zo ontregelend. En ook omdat hij de stoute schoenen aantrok om gewoon werk te geven of te verkopen al aan bepaalde musea. En daardoor een tentoonstelling kreeg op 20-jarige leeftijd. Toen ik 20 was, toen deed ik nog helemaal niks. En die documentaire die heet 80 jaar reeds op de thee bij Wim T. Schippers van Ronald Snijders. Een beetje telekrullend, maar ook wel informatief. Als je die Ronald Snijders eruit houdt, is het drie kwartier leuk. Of misschien iets minder. Niet grappig proberen doen tegen Wim. En vooral ook niet Wim T. Schippers willen doen tegen Wim T. Schippers. Nee, dat moet je nooit doen. Dat is een heel... Hij moet geïnterviewd worden door één van zijn eigen figuren, feitelijk. Door de gasten die hij Blokker, passeren. Hij Blokker, hij had dat... Wat ja, hij Blokker. Toch? Ja, ja, ja. Dat is Barend Servet. Ja. Leeft hij nog, En die leeft nog, want hij... Die leeft nog. Of Wilhelmina Kutje. Of Wilhelmina. Of Kloes van Mechelen, Jan Vos. Die eigenlijk alle muziek altijd van alles wat hij deed maakte. Kees Hinderplaag. Ook zo'n ander. Kees Hinderplaag. Ik heb ook een aantal mensen voordat wij samen zaten, heb ik ook al met een paar mensen samen gezeten. Waaronder Jens de Donker. Want Jens de Donker had op Instagram aangegeven dat hij nog nooit van Wim T. Schippers had gehoord. Yes, en die heb ik een aflevering van Ron Flon Flon laten luisteren. Ja? Gewoon een random gekozen aflevering, aflevering 60. Waar toevallig ook een liedje van Bert en Erdy in zit. Dus daar kwam dan goed uit. En daar gaan we nu even naar luisteren. Naar Jens Donker, die een beetje in de war is van Ron Flon Flon. Dat hebben we ook zo, Fokkast. Jens de Donker.
Hoi, Piploy. Dus ik had een poll gedaan op Instagram of mensen al ooit van Wim T. Schippers hadden gehoord. En jij had gezet, ik heb nog nooit van Wim T. Schippers gehoord. Nog nooit van gehoord. Maar, toen hij me dan de link doorstuurde van Ron Flonflon. Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ja. Herinner ik mij wel, lang geleden heb jij nog dat het de jingle gehuurd. Ja. Ja. Dus ik herkende het meteen, maar ik had zelf geen idee wie hij was, wat Ron Flonflon was. Nee. Ja, en nu wel. En nu want wel. Want jij hebt voor mij een random aflevering van Ron Flonflon beluisterd. Ik heb er gewoon aflevering een beetje handmatig gekozen. Het was aflevering... Wacht, ik heb het hier opgezet. Aflevering 60. Aflevering 60 van 27 november 1985, oftewel min 3 december 1985. Hij pakt ook altijd andere data. En, Dus, Jens de Donker luistert naar Ron Flonflon. En wat gebeurde er? Ja, wat ik hou van dingen die helemaal nergens over gaan. Ja? Dat zijn mijn favoriete dingen. Absolute flauwekul. En in het begin heb ik nog de fout gemaakt om te proberen begrijpen waar het eigenlijk over ging. En dat is natuurlijk een kapitale fout. Dat moet je niet doen. Het is chaos. Het is waanzin. Het is compleet volstrekte nonsens. Er worden ook heel veel stemmen boven elkaar gezet, met muziek er gewoon keiluit doorloopt. Het is de slechtste mix ooit. Ja, het is absoluut... Het is chaos, hè? En weet je wat het grave is? Dit is ook voor een groot deel uitgeschreven. Dus het is echt een soort... Het is een hoorspel eigenlijk. Maar het is een absurd hoorspel. Ja, het is... Je begrijpt niet dat dat... Ja, toen de VPRO, dat kon en mocht. Dat is waanzin. Ja, en als je op een gegeven moment eenmaal... Want het is natuurlijk een wereld waar je eventjes... Je moet erin komen en je moet het inderdaad accepteren. Zodra dat was, vond je het dan grappig? Kon je dan erin meegaan? Ik zeg het. Ik hou enorm van flauwekul. Dus er wordt dan een nummer gedraaid... She's got it. Ja. En dan is de joke die ook een keer of zeven herhaalt van... ze heeft het een slepende ziekte. gaat helemaal nergens over. Nee. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja. De jingles. Want er zijn, zijn heel veel rubrieken. En elke rubriek heeft een jingle. Die begint meestal, beginnen ze wel te babbelen. Platenkeuze, Jaap Knasterhuis. Wie zullen we nu weer eens bellen? De krant van gisteren zat in deze aflevering niet in. Maar er zijn altijd heel veel rubrieken. En het is heel muzikaal ook, hè? Het is heel veel muziek, maar ook vaak door elkaar. Ja, en ik heb ondertussen een heel klein beetje ingelezen. En blijkbaar ook heel veel muziek die hij zelf gewoon maakte. Ja. Dat is wel cool. Want ik had deze per ongeluk gekozen. En toen zat daar ook een liedje in van Bert en Ernie. Ja. Bert en Ernie ken je wel, neem ik aan, hè? Uiteraard, met een redelijk geniale tekst. Dus het nummer heet, geloof ik, Kerstbal. Ik ben een kerstbal, ja. Het klinkt misschien een beetje mal, maar ik ben een kerstbal. Jawel. Dat is goed. Ja, het aardige is, Jorrit heeft het ook al gezegd, maar dus Wim T. Schippers en Paul Hanen maakten die teksten zelf. Dus die mochten van de Jim Henson Company... mochten die zelf met die personages doen wat ze wouden. Ja, dat is wel echt cool. En die hebben daar eigenlijk gewoon een grappige... iets voor kinderen, maar toch ook lollig en niet kinderachtige dingetjes meegedaan. Ja, cool. Ja. En je hebt natuurlijk Knasterhuis, je hebt Wilhelmina Kutje. Op een gegeven moment Wilhelmina Kutje met 2 T, wel te verstaan. En dat is een heel Jan Vos die de muziek doet. Dat is Kloes van Mechelen. Wat vond je het leukste? De filmtip van Knasterhuis? Wat vond ik het grappigste? Waarschijnlijk wanneer dat hij dan na een bit of een afkondiging zelf zegt... Ja, waar gaat het eigenlijk over?
Dat vind ik heerlijk. Als je mij eerst 7 minuten laat investeren en mee te gaan in het meest rare verhaal, om dan zelf af te sluiten met... laat vallen, jongens. Het gaat eigenlijk helemaal nergens heen, dit. Aan het einde van de aflevering zegt hij ook zoiets van... Ja, dit was een beetje een boeltje of zo. Hij zegt zoiets, inderdaad. Dit was een beetje... Ja, inderdaad, Jacques Plafond. Dit was een beetje... Helemaal een beetje raar, hè? Ja. Ja, ja, ik moet daar... Ja, dat is mij... Maar ja, dat is, het is een beetje ADHD in een radioprogramma, hè? Ja, het is absoluut anarchie ook, hè? Maar heb jij dat echt als kind meegekregen dan? Ja, ik en Jorrit, wij luisteren hier religieus naar. Elke woensdag was dat op de radio. Ja. En Jorrit nam dat dan op bandjes en ik ook. En dan luisteren we en dan hadden we het erover. En dan deden we... Dan babbelden we... die jingles die bleven hangen en... Wel, en ook platenkeus en... dat is... Maar, en Jorrit had dan ook die platen van Bert en Ernie, die was helemaal erin toe. Ja, ik denk, als ik dat nu allemaal terughoor, dan mijn... Dat heeft mijn humor wel gevormd of zo. Dat heeft mijn anarchistische, absurde... overal doorheen lullen en overal scheid aan hebben. Alle conventies door... Het is een anti-radioprogramma bijna, hè? Ja, ja, ja. Maar er is ook die periode dat er in Nederland ook wel een heel leuke... een heel interessante theaterscabaretbeweging opkwam. Waarbij volstrekt... ik herinner mij zo verhalen van shows waarbij dat ze dan de volledige vestiaire ontruimden en die dan gewoon... in de zaal smeten, of dat ze dan met brommers, brommers, zo boven het publiek slingerden en dit en dat. Allee, zo echt gevaar in de theaters brengen. Ja. Zo weg van al die veilige paardjes. Alex de Electriek, ik heb dat allemaal wel gezien destijds. En dat waren, dat waren waanzinnige toestanden. En het is allemaal, het lijkt, voor zover ik dat kan beoordelen, lijkt het nu allemaal wat gekalmeerder. En in België heb je natuurlijk Wacko. Manu Kersting dat zijn we een beetje kwijt. Ook het absurdisme in de comedy is een beetje... Vroeger had je er een aantal. En van de nieuwe lichting heb je eigenlijk alleen maar Karel de Rijken meer, hè? Daar lijkt het wel op, hè. Ja, maar natuurlijk, dat is ook mijn reden. Ik had helemaal... Toen ik begon met comedy... Maar ja, probeerde ik ook af en toe zo een keer de absurdere tour op te gaan. En ja, het is gewoon ook een vorm die niet overal even goed marcheert. Ik heb dan wel gekozen van in zekere zin op veilig te spelen en gewoon iets te pakken waarvan dat ik wist van het gaat 9 op de 10 marcheren en niet 5 op de 10. Omdat natuurlijk wel, je vraagt wel wat van je publiek. Ja. Ze moeten wel echt... je moet wel op hun bereidwilligheid kunnen rekenen om er allemaal in mee te gaan. Het is een moeilijke opgave om goede, absurde humor te vertalen naar een eerder breed publiek. Dat is niet zo evident. Nee, je vervalt dan redelijk snel in cultstatus of zo. Ja. Maar alhoewel dat eigenlijk... Ior het Poperingen doet dat eigenlijk wel heel goed. Hè? Absoluut, Ior het Poperingen, zeker Kudos. Ja, Guido Labo natuurlijk ook. Pieter Preter heeft daar ook dingen van. Ja, maar van de nieuwe lichtingen van de laatste jaren... is in mijn ogen alleen Karel de Rijk nieuwe garde die dat doet. Klopt. Maar goed, dus Ron van Vol, ben je getriggerd om nog te luisteren? Want ik ga ook... Ik zat ook te denken, het is een beetje de audioversie van een stroboscoop. Ja. Nee, ik word er wel knetterhek van. Ik moet dat wel af en toe pauzeren, want dat is zo intens. Zou je er echt een epileptische aanval van kunnen krijgen? Nee. Geluid is, voor zover ik weet, geen trigger. Maar het is wel ongelooflijk druk. En ik merk wel dat echt... Ja, dat maakt mij ook nerveus. Na 20 minuten ben ik echt gewoon... Oh, wat gebeurt hier allemaal? Dus ik dacht ook daarnet van... Ik zet het even op terwijl ik aan het koken ben. En ik moest zeggen, ik heb nog nooit zo snel iets geprepareerd.
Ja, fijn, zwart. Jorrit vertelde er juist, Jorrit is een vriend van mij uit Nederland, die vertelde er juist dat hij het, hij nam het op een cassettebandje, hè, jaren 80. En dan daarna, tijdens het eten met zijn ouders, luisterde hij nog eens. Dus die luisterde twee keer achter elkaar. Ja. Ja, dat is, ja, dat is voor ons is dat een soort eikpunt. Het is, maar het is ook een beetje, daarom was voor mij het Leugenpaleis, wat een beetje de Vlaamse, in mijn oog een beetje de Vlaamse versie is. Ja, dat was dan de Vlaamse versie, maar dat is die half zo anarchistisch. Ja, klopt. Ja. Dat is vijf jaar later en die half zo anarchistisch. Ja. Terwijl, voor Vlaamse begrippen was dat al best anarchie op de radio. En ja ik was Jacques Plafond gewend. Want er is ook, dit is het trouwens de CD van de Ronflon Volksbestanden. En er is ook een tv-reeks geweest, dat heette Plafond over de vloer. Dat was eigenlijk een tv-versie van dat radioprogramma. Okay. Dus Wim Schippers heeft daar ook, ja, want die heeft, ja, ik heb, ja. Hij heeft natuurlijk ook Chef van Oekel bedacht. Ja, hij heeft een heel race aan tv-programma's, waar ik de meeste van op DVD heb. Dus voilà, jouw eerste stapjes in de wereld, jongen, van Wim T. Schippers. Waanzin. En ik er is veel te ontdekken. En er is ook, want dit is nu Ron Flonflon, dat is nu radio, maar hij heeft ook beelden en kunsten gemaakt. Ik zeg, hij heeft strips gemaakt, hij heeft dingen geschreven. En het heeft altijd wel een soort zinloosheid en een soort chaos. Maar ook wel mooie dingen, hoor. Ook veel mooie dingen. Cool. Ja, en het beeldend werk gaat mij ook zeker en vast nog een keer verdiepen. Ja. Ja, want ja, dat is toch ook wel, dat is voor mij ook wel een grote invloed geweest. Omdat humor en kunst is niet zo evident. Hè? Er gebeurt niet zoveel. Nee, klopt. Omdat kunstenaars en vooral kunstliefhebbers niet altijd gevoel voor humor hebben. Ja. Die nemen zichzelf zo wat te serieus soms. Hè? Ja. Maar ik zie nu één iets. Ik heb nu gewoon Wim T. Schippers in Google afbeeldingen gedaan. Ja. En ik zie één werk dat ik al redelijk hilarisch vind. Namelijk? Een ballenbad met skeletten in. Ah, ja. Dat ken ik zelfs. Dat is redelijk cool. Hij heeft ook een enorme drol. Heeft hij ook. Ja. Een gigantische drol. Hij heeft ook een zwevende steen. Hij heeft ook een torentje, een soort kerktorentje wat in het meer staat, zo gezegd. Dus een verzopen kerk. Ja, hij heeft en ja, natuurlijk de legendarische pindakaasvloer. Dat is van... Ah, ja, dat is van hem. Okay. En dat is verkocht aan een museum. Maar ja, dat is helemaal, dat is een concept, hè. Maar dat is dus wel verkocht aan een museum. Dus de pindakaasvloer is ook van... Pindakaasvloer. Voilà. Peanut butter platform. Wauw. Ja, juist. Dus er is dan... Ja, natuurlijk, er is met dat bekend... Ja, maar dat is heel bekend, want er was dan heel veel commotie rond een gast die er dan in was gelopen. Ja, want ze hadden het niet aangegeven en er waren mensen rond. En er was iemand gewoon opgelopen. Ja. Dus ja, chaos natuurlijk. Ja, en dan voetstappen, pindakaasvoetstappen. Ja. En dan zei het museum van, jongens, dit moet wel betaald worden. En dat was dan een hallucinant bedrag. Ja. Dat die gast zei, maar kunnen we niet gewoon pindakaas gaan kopen? Nee. Voor 1/4000ste van het bedrag dat jullie nu voorstellen. En dat... Nee, dat ging niet. Dat is een heel goed verhaal. Maar ik wist niet dat dat van hem was. Ja, wauw. Ja, dat is, die is al van de jaren 60 bezig op allerlei platformen. Maar ik wou jou, Ron Flonflon, leren kennen, omdat dat voor mij... Ja, dat is ook voor mij het startpunt geweest. Dus ik vind het heel leuk dat je voor mij eventjes naar waanzinnige radio wil luisteren, lieve vriend. Ja. En ik geef toch nog even mee uit het artikel in der tijd. Dus bezoeker moet schade pindakaasvloer zelf betalen. en het eerste dingetje is... pats, daar sta je dan. Vastgeplakt in een smeuïge pindakaasvloer. De bezoeker die zondagmiddag per ongeluk in het kunstwerk van Wim T. Schipper stapte in Museum Boijmans van Beuningen, heeft er niet alleen vieze schoenen aan overgehouden. Dat is redelijk grappig, hè? Ja. En dat is natuurlijk ook, dat is ook waarom die het doet. Dat is, ben ik gewoon van overtuigd waarom die het doet, hè. Dat is op dat soort rare reacties. Dus, wauw. Voilà. Heel cool. Lieve vriend,
bedankt om erbij eventjes over Ronflonflon te willen praten. Yes, nog één afsluitende vraag. Ja? Hoeveel helden heb jij eigenlijk? Veel. Holy shit. Maar Wim T. Schippers is wel een van de basishelden, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk, er zijn basishelden, er is een soort hiërarchie in helden. En ja. Wim T. Schippers staat redelijk hoog. Redelijk aan bovenaan de. Maar ja, als je oud wordt zoals ik, dan stapelen de helden zich op, hè. Er komen ook altijd helden bij. Gaan af en toe helden af. Bill Cosby is geen held meer, zullen we maar zeggen. Snap ik. Maar er komen vaak helden bij. Voilà. Dus, alright. Goed. Nu mag je niet meer op Instagram zeggen dat je het niet kent. Ga ik meteen veranderen. Oké, dank je. Dag Jens, bye bye. Ciao baby. Yo. Yo. Voilà, de luisteraars hebben nu net Jens Donk gehoord, maar Jan en Michael helemaal niet. Dus die weten niet wat hij gezegd heeft. Dus, maakt ook niet uit. Wat heb je nou eigenlijk allemaal gedaan, fokker? Trouwens, toen ik jou leerde kennen, vond ik jou wel een soort toch Jacques Plafond van Café de Joker op het podium. Ja, dat klopt. Toen diezelfde van, hè, wat? Met... Ja. Dus, reeds. Ja, ik ga niet liegen dat die man een indruk op mij gemaakt heeft. Het absurdistische en het ontregelende van hem en Johnny Rotten is voor mij wel... Dat zijn twee belangrijke pijlers in mijn... het gevoel van humor en het relativerende en het ontregelende, dat vind ik... Echter dwars er doorheen. Hè? Wat? Dus? Ja. Dat is fantastisch. Dat is echt zo van die brain fart zo. Huh? Ja. Ja. En ook zo de plotloosheid van sommige... Ja. Dat is ook altijd fantastisch, hè? Totaal energie. Dat stopt dan en je weet niet waarom stopt dat nu. In totale energie is het wel, maar het is wel goed. Het is niet zomaar wat je kluts. Hè. Ze kunstwerken, we hadden het er juist over, zo de pindakaasvloer dan. Ja. Of de act van het flesje... hij heeft een flesje limonade in de zee uitgekapt. En dat was dan een heel dingetje. Ja, dat gaat natuurlijk over die absurditeit van kunst. En ja, dat is natuurlijk kunst ook een beetje uitlachen zijn, maar ook uitlachen. En daar vind ik heel erg boeiend. Ja. Heel erg boeiend. Ik ben ik heb natuurlijk op de academie hier in Antwerpen gezeten. En het laatste jaar moest ik voor Paul Illegems, wat mijn leraar kunstgeschiedenis was, moest ik iets schrijven, een werk schrijven. En ik had gevraagd of ik dat over Winters... Hola, we zijn Jan. Hij zal wel terug binnenkomen, hallo. Hopelijk. Jan, heb je... Waar is Jan gebleven? Jan, waar? Hand. Van het boekenfront. Was ik zo saai? Nee, toch? Was ik zo saai? Van het boekenfront. Van het boek. Wie zullen we nu weer eens bellen? Bellen! Bellen! Wie zal Jacques Plafond nu weer eens bellen? Ik hoop dat hij terug inlogt. Maar goed, ik zal gewoon mijn verhaal verder doen. Ja. In 1997 ben ik afgestudeerd aan de academie. En dan moest ik een werkstuk schrijven. Of had ik gevraagd of ik een werkstuk moest schrijven over Wim T. Schippers. En toen was er in Utrecht een tentoonstelling met allemaal werk van Wim T. Schippers. En dit is het boek wat daarbij hoorde. Dat is ongelooflijk, want dat is in twee talen. Maar dat is door elkaar. En je kunt dat lezen door het papier ervoor te houden. Oh, en... dat is een rood filter. Ja, een rood filter. En dan kun je het groen lezen. En andersom kun je met het groen filter kun je de rode tekst lezen. Oh, dus, het Nederlands of het Engels door elkaar. Dus op die manier is het boek ook niet dubbel zo dik. Dus, super. En daar zitten alles wat hij gedaan heeft en alle dingen zitten erin. Dus een fantastisch boek. Dus ik had het ook gelezen. Ik had die tentoonstelling gezien. En dan moest ik daar een werkstuk over schrijven. En dat heb ik dan gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dus Paul Illegems kwam ik tegen in een klaslokaal. Ik zeg, oh shit, ik ben vergeten dat werkstuk te leveren. En het is eigenlijk al, oh. Hij zei, nee, het is oké, ik heb je gewoon voldoende gegeven. Want we hebben er in die Jezuïet een hele nacht over zitten lullen. Dus mijn mondeling examen is op café geweest. Ja. Niet meer dan voldoende dan ook wel. Ja, ik had ook later, ik heb letterlijk geen werkstuk ingeleverd. Dus ja, maar dat is ook eigenlijk typisch Wim T. Schippers, hè? Dat je daar niks inlevert. Hè? Gewoon één bladje met erop, hè? Vraagteken. Ja. Pak nou, en ook reeds. En, dus. Goed. Sorry. En, maar. Oh. We zijn terug. Ah. We waren Jan heel even kwijt. Terwijl goed!
verhaal vertelde over de tentoonstelling die ik gezien heb in 1997. Ja. En ik heb daar toen een werkstuk over moeten schrijven en dat heb ik niet gedaan. Maar ik was toch door, want ik had er op café met de leraar tot 's nachts, tot 's ochtends over gebabbeld. En zo heb ik wel, natuurlijk door die overzichtstentoonstelling heb ik en de pindakaasvloer en een aantal van zijn werken gezien. Ja. En dat was wel een ongelooflijke manier om die man, om de veelzijdigheid van die man te kunnen zien. Dus dat was een tentoonstelling in 1997. Ja. Over veelzijdigheid gesproken, ook een heel muzikaal persoon. Die met een grote voorliefde voor het variété natuurlijk, maar ook voor de 50s rock and roll en de doo-wop en die dingen. En ik herinner mij dat hem voor sommige radioprogramma's, dat hij ook grote hits van toen naar het Nederlands vertalen, maar dan letterlijk. Dus gewoon letterlijk vertaald. En ik heb in dat boekje staan een paar titels, bijvoorbeeld Ring My Bell van Anita Ward. Ja. Dat wordt bij hem Rinkel Mijn Bel. Rinkel Mijn Bel. Ja. I Don't Like Mondays wordt natuurlijk Ik Hou Niet Van Maandag. I was made for loving you. Ik ben gemaakt om van je te houden. Zalig, ja. En yesterday natuurlijk, gisteren. Al mijn moeilijkheden waren zo ver weg. Ik denk nog steeds aan gisteren. Dingen heeft hem ook gedaan, hè. People van mensen. Dat heeft Chef van Oekel nog gezongen. Mensen, liefhebbende andere mensen. O, gelukkig zijn mensen in de wereld. En zo helemaal met die echte Chef van Oekel. Want al die figuren uit zijn programma's, die kwamen ook feitelijk allemaal uit het café-circuit. Uit het... Ah, potverdomme. Nee, we zijn er nog. Oké. Nee, niks aan de hand. Komt wat? Goed. Hè? Die kwamen allemaal uit het café variété. Die Gerrit Dekzijl, van Ik Ben Gerrit en Ik Steel als de Raven. Die heette Corty Brak. En die was zo een variété artiest. Gerrit Dekzijl is ook van hem, of? Gerrit Dekzijl. Ja, geld, drank en lekkere wijven. Ja, in het leven omgaat. Ja, dat is het, ja. Allemaal, echt, dat is ook van hem. Zie je dat misschien niet? Ja, allemaal composities van Wim Schippers. Ja, wat ik onlangs heb... Of ja, niet onlangs de tijd terug natuurlijk. Maar dat Fred Haché, het personage Fred Haché, is Harry Touw. Ja, de Nederlandse... En dat is de Nederlandse moppetapper. Eigenlijk de Haagse... Tony Bell. Ja, Haagse Tony Bell, ja, klopt. Terwijl Tony Bell had moppen aan de toog en Harry Touw had bakken aan de bar. De bar, ja. En dus dat is gewoon en ook in dezelfde periode, ook 72, 73, wanneer Tony Bell die platen uitbracht, bracht Harry Touw. Het is zelfs niet helemaal duidelijk wie er eerst is. Dus het zou allebei kunnen. Maar Chef van Oekel is natuurlijk Dolf Brouwers. Hè. Dat is wel zijn... Ja, voilà. Bakken aan de bar. Yes, dat is hem. Bakken aan de bar. Heerlijk. Geweldig. Ja, dit is de DVD van de Fred Haché show. All right. Ja. Dus, Chef van Oekel, had hij ook geen hit vast in Vlaanderen zelfs? Een lied? Zuurkool met vette jus, hè? Ja. Zuurkool met vette jus. Ja. Zuurkool met vette jus. Soep vooraf. Ja, dat is mijn menu. en dan allerlei, de meest waanzinnige gerechten. En in de videoclip, of het filmpje wat ze erbij gemaakt hebben, kwamen die gerechten dan ook allemaal zwaardehals gevuld met druiven. Ja. Hier. Ja, die heb ik net op Discord besteld, die plaat. Dat ik ook, ja. Peter Pontiac. Nee, dat is Theo van der Boogaard. Ja. En dat is ook weer een goede overgang, want inderdaad, de strips van Chef van Oekel, die redelijk legendarisch zijn, daar heb ik ook met iemand over gesproken, namelijk met Kim Duchateau. Kim Duchateau, een enorme fan van Chef van Oekel. Dat en, weet ik, Wim de Schippers. Ja. Die heeft alles verzameld en daar heb ik ook even kort mee gesproken en daar gaan we nu naar luisteren. Fokkast. Voilà. Kim Duchateau. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Okay. Wij waren, voordat we een record aan het indrukken waren, we al een beetje mekaars dingetjes aan het laten zien. De cd's en de dvd's. En we hebben allemaal dezelfde. Ja, we hebben dezelfde. Die heb ik niet, die cd. Nee, en die zeker niet, hè? Nee, die heb ik ook niet. Nee. Roflon Flon songs.
Ah ja, ja, ja. Want de Roflofloor staat wel integraal ook op Spotify, hè? Ja, heerlijk. Ah, op Spotify weet ik niet. Of maar op podcast. VPRO-site, zeker. Goed. Kim Ducetto, welkom in de Wim T. Schippers podcast. Ik ben vereerd om in een Wim T. Schippers podcast te zitten. Ja, je bent grote fan. Altijd geweest, al van toen ik 8 was. En hoe ben je met hem in aanraking met hem gekomen? Wel, ik ben al zo oud dat mijn ouders vroeger naar de VPRO keken in de jaren 70. Ja. En ik was 6 en ik zat te kijken naar die rare dikke man met zijn bril, met blote vrouwen die daar rond aan dansen waren. En, en als kind dacht ik al van, dit is een rare meneer. Ja, ja. en er was een heel lange scène. Ik heb later opgezocht dat Van Oekels dramaplay was, Grote Genade. Oké. Okay. Waar die er 10 minuten over doet om een drol door te spoelen in de wc. En mijn zus en ik zaten aan het scherm genageld. Het is met Chef Van Oekel. Waar is dat dan? Chef Van Oekels Disco Hoek of was dat Fred Haché's show? Dat zat ertussen. Wim T. Schippers heeft ook een aantal one-plays gemaakt. Ja. En dat was soms ook Van Oekel. En dat was alleen Van Oekel en geen tegenspeler. Het was een uur lang Van Oekel die zit te memoriseren. En gewoon zijn stem offscreen. Jij kijkt er als kind naar. En dat gaat over een gast die zit te scheiden eigenlijk. En je ouders vonden dat goed omdat je dat bekeek. Dat was geen probleem. Ja, daar met die opvoeding heb ik heel veel geluk gehad. Ik moet Monty Python kijken. Coat and Bee, de Marx Brothers. Maar Wim T. Schippers was toch nog altijd net... Dat was ook vaak heel visueel. Dus als kind zag je wel... Dat is een man die probeert een drol door te spoelen, maar het lukt niet. Pakt hij uit de wc en gaat naar de wc daarnaast en gaat hij daar doorspoelen. Als kind snap je dat wel. Ja, ja. Je stelt er nog geen vragen bij, kan dat wel? Maar, of zo. En wanneer besefte je dat Wim T. Schippers was? Want ja, eerst kom je met zijn werk in aanraking. En Ernie van Bert en Ernie heb je wellicht ook wel meegekregen. Tuurlijk. En wanneer besefte je dan, oh fuck, dit is echt één kerel die dat allemaal doet? Wel bij Roflofloor met Jacques Maffon. Dat begon in 83 of 84 ja. of zoiets. Ja. En ik was daar naar aan het luisteren. Ik moest al even hard lachen. En later maakte ik die verbinding. Ah, dat is die man van Oekel. En dan zag ik ook die strips. Ik werd net volwassen. Ik was de Jommekes en Suskes en Wiskes voorbij. Ja. En dan vroeg ik aan de stripwinkelier van mijn stad, van heb je iets volwassen? En die kwam die af, oh ja, met Zwart Kijken van Franquin, met Gottlieb, de Franse tekenaar, en de Van Oekel strips. En dan zag ik alweer die drollen. Ja, want dat is wel, de Chef Van Oekel strips, dat zijn wel, die zijn ook fantastisch, die zijn geschreven door Wim T. Schippers, en fantastisch getekend door Theo van den Boogaard. In Hergé-stijl. Ja, Hergé-stijl, inderdaad. Ja. En dat maakt het eigenlijk dubbel, zo, die klare lijnstijl en die vuiligheid. Dat perfect. Is een topcombo eigenlijk. Ja, de drol is heel mooi getekend. De drollen en de kot zijn heel mooi op zijn Hergé's getekend. Iets wat Hergé nooit deed in klare lijn. Dus wat een nieuwe dimensie. Nee, ja, neukende mensen ook. Dat is grappig als dat getekend is als Hergé. Dat is gewoon zo. Ja, dat is, gelijk je zegt, dat is dan extra duidelijk. En klare lijn. Dus dan was jij 15, 16 jaar of zo toen je dat was. En toen ik naar Ron Forfond luisterde ook. Want ik weet nog dat ik mijn eerste liefje had. En dat hij op woensdag een afspraak wilde. En dat ik zei van nee, dat gaat niet gaan. Want ik moest Ron Forfond horen. Dat was woensdag om 5 uur, geloof ik, hè? Eerst was dat van 3 tot 4. En daarna van 5 tot 6. Ik denk dat ik alleen maar van 5. Ik denk, we zijn iets later ingestapt. Maar daar ga ik het met Jorrit Tamminga nog over hebben. Maar inderdaad. Oh, ja. Voilà. Maar ik wou natuurlijk, omdat jij zelf ook striptekenaar... Zijn die strips ook voor jou als striptekenaar beïnvloed? Oh ja, zowel van tekening als van... natuurlijk staat mijn stijl redelijk ver af van de klare lijnstijl. Ja. Maar de humor, dat was helemaal mijn ding. Ik dacht van, oh ja, dat kan ook. Ik kende natuurlijk wel Kamagurka, die ook in die... Wat ook trouwens een heel grote fan is van Wim T. Schippers. Ah, ja. Dat absurdisme, hè. Dat heeft me altijd aangetrokken. Ja, het is wel... Want
Ze zeggen altijd dat de Vlamingen goed zijn in absurdisme. En dat is natuurlijk ook zo. Maar Wim de Schippers is eigenlijk de Nederlander die dat... Zeker en vast. Want ik was ook fan van Colt & Bee. Maar die waren wel grappig, maar die niet absurd. Nee, klopt. Klopt. En dat was wel Wim de Schippers. En daarna Giske Vet ook wel. Ja. Maar Wim de Schippers was de koning van de absurditeiten en van de lange... Ik vond het ook altijd geweldig als hij zoiets lang rekte ja. op televisie. Ja. Of iemand stond met zijn hoofd net achter een schemerlamp. Ja. Ik vond dat hilarisch. Van, ja. Waarom? Vanaf dat ik denk, waarom doe je dat? Moest ja. ik al lachen. En heel vaak, ook in die strips, heel vaak dingen letterlijk nemen. Hè? Taal letterlijk nemen. Ja. Daar kwamen heel veel grappen uit. Want ik zie ook wel grappen die hij heeft overgenomen vanuit de tv-show die hij in zijn strip verwerkt. Ja, klopt. Dus die zei trouwens wat... Je hebt die losse losse toestanden. Hè, die zijn ook in verschillende formaten. En je hebt ook twee nummer eens. Het is zo'n heel ingewikkelde... Ja, of dat is een nulnummer of zo. Ja, dit is een nulnummer. En dan is dit... En dan staat er hier tweede boek alweer. Ik heb het derde geen eens uit. Staat er achter. Ja, slaat op niks. Slaat heel nergens op. Maar geweldig. Die zijn nu ook wel uitgebracht in de twee bundelingen. Oh ja, die eerste heb ik, maar die tweede niet. Ik denk dat ik in die rode sta, ik hè, met een ode tekening. Ah ja, is het zo? Ja, ergens achteraan mochten andere tekenaars een ode brengen aan Van Oekel. Ah ja, even zien. Sta er ergens tussen. Ja, maar, ik ga haar opzoeken. Dus, van de Bogaert had ze me zo opgestuurd, maar hij heeft me twee keer de rode opgestuurd in plaats van de gele. Ik zie de gele nu pas voor het eerst. Ah, is dat echt? Ja. Oké, dan weet ik wat ik mis. Godverdomme. Martin Lodewijk zelfs. Oh, zie je, ik heb dat dus nog niet goed bekeken. Ah, hier, voilà. Dit is jouw tekening. Hier ja. staat hij. Ja, daar is die. Ja. Fantastisch. Ik was zeer doorvereerd. En dit boek heb je nog niet? Dat wel, maar het andere, dat geel heb ik niet. Het gele niet. Ah, okay. ja, ik ging hem ze allebei sturen, maar die heb ik nooit ontvangen. Ja, dat is dus het verzamelde. Dat zijn eigenlijk die zes albums verzameld in dit. Hè. Oh ja, maar er staat niks anders in, buiten die parodie. In de gele staat nog een klein beetje tekst en uitleg. Maar je moet hem toch ook hebben als... Tuurlijk, voor de completist. Ja, sowieso. Tuurlijk. Sowieso. Hey, weet je ook iets van de... Want ja, natuurlijk, Chef van Oekel was Dolf Brouwers. Ja. En die hebben wel een conflict gehad, hè? Dolf Brouwers en Wim de Schippers. Ja, dat is een beetje jammerlijk afgelopen, ja. Ineens wou Dolf Brouwers niet meer de exploitatie van zijn figuur. Dat hij in de jaren 70 en 80 geen probleem mee, maar met die strips had hij toch blijkbaar plots problemen. Dat ja, omdat hij er geen geld van kreeg. Ah, ja. Ja. Dan snap ik het wel. Het is zijn likeness. Maar Wim de Schippers zei, ja, maar ik heb het personage bedacht. Jij speelt het personage wat ik bedacht heb. En hij zei, en dan is er een rechtszaak van gekomen. Mm-hmm. En dan is er buiten de rechtszaak is er een geldbedrag afgesproken. En de afspraak dat als hij nog getekend ging worden, dat er geen pornografische scènes meer zijn. Maar toen zijn ze gestopt, hè? En toen zijn ze ook effectief gestopt, ja. Ja, maar dat was niet tweeledig. Het probleem van Dolf Brouwers was tweeledig. En ik... Ja, dat is een oudere man met al die porno. Ja, bedoel, je zag echt mensen neuken. En Chef van Oekel loopt er dan zo voorbij. En die zegt, wil ik ook wel. Zo, dat soort toestanden. Ja, maar je zag hem nooit neuken. Hè? Nee, je zag hem nooit neuken. Hij had altijd zijn pak aan. Ja. Maar hij, dus die had problemen met de pornografische. En met het feit dat er strips van hem bestonden waar hij geen... Waar hij geen niks voor kreeg. Waar je over kunt discussiëren, want het is zijn uiterlijk. Maar het is wel een personage gecreëerd door Wim de Schippers. Maar ja, hoe zit dat, hè? Ja, hoe zit dat dan? Met die rechten dan? Van, ja, het is wel op jouw figuur gebaseerd, maar je hebt er voor de rest niks mee te maken. Want heb jij die op een vrouw gebaseerd? Is dat een, Nee, dat denken velen. En dan komt iedereen met een voorbeeld af. Het is Freya van de Bossen, hè? En dan denk je, helemaal niet. Nee. Want ja, dan zou je aan die vrouw ook... die zou jou dan ook kunnen aanklagen. Ja, terwijl er zich misschien nog later in de toekomst een vrouw opwerpt die beweert van, dat ben ik! Ja. Kan ook nog, en dan natuurlijk. Moet je al die rechten van al die strips aan haar betalen. Ja, en dat is een geldpot, hè, want stripwereld zit enorm veel geld. Allemaal rijke... Nee, ja, ik denk een enkeling uitgezonderd, denk ik. Inderdaad. Ja, inderdaad. Zijn er nog andere... ken je Wim de Schippers ook als beeldend kunstenaar? Ja, ik volg alles van hem. Ik heb hem zelfs ooit geïnterviewd voor De Morgen in 2000...
zes of zeven, denk ik. Oké, all right. Ik ben heel erg nerveus voor. Dat is, ja, dat snap ik. En ja, meet your heroes. Zeg altijd never meet your heroes. Hoe ja, was dat? Ja, het viel wel mee. Ja. Zei hij voorzichtig. Hij was wel, hij was vriendelijk. Maar ja, hij is gelijk tegen al zijn andere interviews die je al hebt gezien. Hè, hij is heel... ja, wat is dat nou voor een vraag? Ja, ja, ja. Dat, hè? Ja. Dat ook, had hij heel erg. Een klein beetje toch altijd wel. Een beetje punk, ook een beetje punky wel, hè? Een beetje tegendraads. Ja. En ook is er kunst juist kunst over niks willen maken. Terwijl kunst vindt dat het heel belangrijk is. En daarom juist over niks kunst maken. Ja, het triviale, het banale, iets met kak, iets met. Dat is ja, wat hij me aanspreekt. De kunst van het oninteressante, vond hij. Ja. Oninteressante dingen zijn ook leuk om naar te kijken. Klopt. Vandaar ook die lange scènes op, in zijn film soms. Hè? Ja. Van, ja. Laat het maar lekker lang duren. Ik kreeg een interview met een man ooit, dat hij een interview deed op televisie. En ze staan op het strand en er rijdt een luid voertuig voorbij die heel dat gesprek overstemt. Zo. En dan vraagt de interview, kunnen we het nog even opnieuw doen? Dan zegt hij, nee, het is perfect zo. Ja. Hey, en jouw interview, was het fijn? Ja, dat was, ja, maar ik was te starstruck. Ik vond alles goed wat hij zei. Ja, ja, ik herinner me wel dat ik één vraag stelde die hem niet zo zinde. Daar herinner me wel nog. En welke vraag was dat, weet je dat nog? Dat was van, heb je ook niet de indruk dat mannen meer van jouw humor houden en vrouwen niet zo? Wat, het probleem dat je ook hebt met de Law & Hardy en de Marx Brothers en zo. Ah, zo dat het een meer mannelijkere vibe is, ah ja. Ja, omdat me dat toch opvalt. Zonder dat ik wil mannen en vrouwen weer in hokjes opdelen. Dit is vrouwenhumor, dat is onzin. Nee, maar, tuurlijk. Daar viel me dat toch altijd op dat veel mannen dat leuk vonden. Of, ja. En vrouwen, wat had het daar niet? Maar ja, al die kak. En het was soms ook wel een beetje vrouwenvriendelijk in die tijd. Ja, in die tijd. Ja, hij heeft natuurlijk de eerste vrouwelijke... de eerste borsten op tv in de wereld, geloof ik zelfs. Ja. Midden jaren 60. Ja. Maar ja, dat waren natuurlijk andere tijden, zeggen ze dan. Die vrouwen, die wouden dat wel allemaal. En hij zei ook, ja, hij is zelf ook full frontal naakt gegaan. Hè? Op zoek naar Jolanda. Of nee, we zijn weer thuis, denk ik dat het was. Ja, dat tv-programma. Ja, en we zijn weer thuis, die heel lange soap. Ja, ja. Ja, maar Willeke van Amelrooy heeft wel ooit geklaagd. Ah, is het zo? Omdat ze niet goed behandeld werd. Zij was ooit ook helemaal naakt in een badscène waar ze allemaal elkaar staan. Het was in de Fred Haché-show, denk ja, ik. Ja. Ergens begin jaren 70. En dat zij later geklaagd heeft, dat toen het op DVD allemaal verscheen, dat die scène er niet in mocht. En dat is ook de enige scène die helemaal geblokt is. Zij is dan blokjes over. En ze zei, ik was heel slecht behandeld, vooral door Wim T. Schippers. Kijk eens aan, dat wist ja, ik. Dat is dan ook maar, dat zegt zij. Ah ja, ik vind hier terug op het internet inderdaad, dat het 3 minuten, de scène met Willeke van Amelrooy, is zij helemaal gepixeleerd, zeg maar. Ja, en ik heb hem nog ergens op video waar dat niet is. Want ze hebben dat ooit heruitgezonden. Dus ik heb hem op video. Jij hebt hem op video, jij kan terugspoelen en kijken. Ja, ja, dus wel met video, hè. Dus je hebt dit wel. Dus het is ook een soort pixelering. Maar ja, inderdaad. All right, goed. Ja, leuk. Dat je, ja, toch leuk om nog mensen te ontmoeten. Want natuurlijk, in België is het niet zo gekend. Nee. Hè? Nee, als ik over Wim T. Schippers praat, zijn er heel veel mensen die hem niet kennen. Behalve, de stem van Ernie. Dat is ja, precies. Enige, ja, dan moet je toch terug naar die naar Ernie. Altijd naar dat. Wat ik ook al was ook al een grote fan van Ernie en Bert, omdat die humor... Zij mochten als enige Paul Hane, die Bert doet, ja, ja. En hij als Ernie, waren de enige, denk ik, die hun eigen verhalen mochten verzinnen. Ja, die schreven hun eigen verhaaltjes eigenlijk. Ja, ja, normaal moesten iedereen dat volgen, braaf hoe dat op Amerikaans... De Muppets, ja, die waren er, dus dan moesten ze dat verhaaltje volgen. Maar die hebben zelf platen ook gemaakt. En, en dan mochten ze zelf hun eigen ding. Die heb ik ook nog allemaal, al die platen. De plaat van Bert en Ernie, heb je die ook? Ja, er zijn er 9 hoor. Oh shit. Ja, dus, ja, een hele verzameling. Ja, ik ben echt een Wim T. Schippers verzamelaar. Ik heb zelfs een hele... maar die steekt nog ergens anders. Een hele moeilijke Schaffanoekel gevonden, een plaat. Een plaat van Schaffanoekel. Ja, hoe heet... Ja, de titel ontschiet me. Die zal ik later... Hij heeft ook een hit gehad, hè, Chef van Oekel? De Vette Jus. Ja, tuurlijk. Fantastisch nummer. Fantastisch nummer. Is er ook effectief een hit geweest?
Ja, een geweldig nummer. Hè? Net als een wordt het toch nog gezellig. Ja. Ook zo'n geweldig nummer. Ja. Of prachtvolle gloed deze eeuw. Ja. Heel bombastisch. Ik zag wel, zowel in zijn kunst als in zijn strips, want hij deed echt alles, hè, als in zijn boeken, als in zijn toneelstukken, als in zijn tv-series, zat toch altijd diezelfde humor. Zat diezelfde lijn en diezelfde humor. Pretentieloos, maar niet kleinerend. Ik bedoel, het heeft geen pretentie, het is grappig, maar het is inhoudelijk zonder dat het inhoudelijk wil zijn. Ja. Ja, klopt. Wat mij betreft, ja. Het absurdisme staat altijd toch voorop, ook. Ja, en het relativerende ook. En hij had soms ook heel grappige kunstideeën voor kunstwerken die hij niet kon uitvoeren. Ja. Zoals, had Ernst, heb ik ooit gelezen, een blob, een vormeloze blob die in een nis zou staan op een tentoonstelling en die, als de voorbijganger, de bezoeker, museumbezoeker, er voorbij kwam, er af zou springen en de museumbezoeker zou volgen. Doorheen heel het museum. Natuurlijk niet uitvoerbaar, maar dat stond wel in zijn ideeënboek Ja, een van zijn vele bijzondere ideeën. Alright, Kim, blij dat ik eventjes kort met jou over Winter Schippers mocht praten. Ja, want ik kan uren. Ja, ik hoor het, ik voel het, maar we hebben maar beperkte tijd. Nee, Winter Schippers geweest zou je het heel lang moeten rekken nu. Ja, eigenlijk wel. Met veel lange stilte. Dat we in stilte tegenover elkaar. Ja. Dat elkaar zien. En dan iemand die koffie komt brengen ondertussen. Ja, en de telefoon gaat. En de telefoon die gaat. Oké. Okay. Nee, hartelijk dank. Tot de volgende, bye. Bedankt voor het gesprek. Dat was Kim Duchateau. Dat was nog eens. Jullie hebben het weer niet gehoord. Ja. Maar de luisteraars wel. Top. Kim Hoog heeft een grotere verzameling van Winter Schipperspullen dan ik. Die heeft van singeltjes. Die heeft alles. Die heeft een boek wat ik niet bezit. Daar ben ik een beetje jaloers. Jij niet bezit dat Ik ben ook een beetje completist, maar die man is... Voilà, dat is... Allee. Want dit is eigenlijk het begeleidende boek wat toen in 1997 van die tentoonstelling. Ben je ook die tentoonstelling gaan zien? Nee, ik heb ze niet gezien. Maar ja, dat is... Deze, de pockets, kennen die? Ja, dat zijn de Rofflofflo boekjes. Ja. Met natuurlijk het legendarische Kutje Compleet. Kutje Compleet! Met twee T's. Wilhelmina Kutje, een personage wat altijd gedichten van haar grootmoeder kwam voorlezen. En ook het boek van Jaap Knasterhuis, ook, over film. Dus dat zijn legendarische. Een collectie. En ik heb ook dit, dat is het verdomd interessant, maar gaat u verder, over de taal van... Heerlijk. Ja. Heerlijk. Er wordt hier heerlijk geflapperd. Ja, daar word ik heel vrolijk van. Wat een gekte. Want inderdaad. Hij heeft gewoon woorden aan de Nederlandse taal toegevoegd. Ja, net als Cote en Bie in diezelfde periode ook natuurlijk. Hè. Ja. En Wim de Bie heeft dat ook gedaan. Ja. Het woord reeds is... hoe we dat gebruiken is letterlijk van hem. Jammer, maar helaas is een uitdrukking die hij bedacht heeft. En wat ik niet wist, en dat zat ook in die documentaire waar we het juist over hadden, het woord gekte, dat komt van hem. Ja. Dat klinkt als ongelooflijk, hè? Ja. Ik denk dat dat al eeuwig in onze taal zit en toch is dat een... Mooi. Dus Hollands dan, meer in het Noord-Nederlands dan. Maar... Vind je dat geen Vlaams woord? Is dat niet wat gebruikt het hier? Gekkigheid, gekte... Ik weet het niet, misschien wel. Jawel, misschien wel. Maar jammer maar helaas is één dat ik ook destijds vroeger gebruikte zonder te weten dat het van hem kwam. Dus jammer maar helaas. Gecontamineerd. Een heerlijke is. En heb jij die tv-programma's ook gezien van Bill? Nee, ik had geen tv. Ik had alleen... Inmiddels heb je genoeg geld verdiend om een tv te kopen, denk ik. Ja, ik heb een flatscreen television. Heb ik nu. Kijk eens aan. Platte beeldbuis. Maar heb je dingen terug gezien? Aan te raden voor mensen met plaatsgebrek in hun woonkamer. Bijvoorbeeld de We Zijn Weer Thuis, Dramedy? Nee. Daar ben ik op Nederlandse tv destijds wel voorbij gezet. We Zijn Weer Thuis. Want inderdaad, het begon natuurlijk bij Hoopla en Barend Servet en Fred Haché. Maar dat is een beetje net voor mijn tijd. Jij hebt dat wellicht wel allemaal. Of voor zover je dat mocht kijken. Als ik mocht, als ik kon, hè. Dat was stiekem, hè. Dat was, ik wilde niet de oude zak uit hangen, maar gisteren die documentaire inderdaad ook nog eens bekeken.
Een hoop van die dingen kunnen echt niet meer, hoor. Zowel qua frontaal mannelijk en vrouwelijk bloot op tv. Ja. Maar ook qua pure anarchie en nonsens. Dat is echt een verloren tijdperk. In de jaren 80 en 90 hadden dat nog. Ja. Maar daarna moet het echt gescript zijn of het komt gewoon niet op antenne. Nee, klopt. En maar dit was natuurlijk ook gescript, alleen dit was anarchistisch. Er waren ook shows... Waar dan Tina Charles zagen we in dat ding. Er kwamen internationale artiesten, maar die werden ook gewoon weggeknipt. Of die stonden dan te zingen en die wisten niet dat ze eigenlijk maar half in beeld waren. En dan ineens maar achtergrondinformatie waren. Ik kreeg de indruk dat radio en tv, maar ook radio vooral, niet zo gecontroleerd werd als het nu is. Ja. In de zin van met oversight. Bij het Leugenpaleis hadden we dat ook nog, vond ik. Die dingen waar je dacht van, volgens mij is de baas niet aan het meeluisteren nu. Studio Kafka, inderdaad. Maar tegenwoordig, als op de radio een halve minuut stilte valt, gaat er een alarm af op de VRT. Automatisch, hè. Ja. Dus dat kan gewoon niet meer. Ja, de programma's van Herzelen en Kamagurka, die waren natuurlijk ook... Dat was wel redelijk gescript, maar dat ging toch af en toe wel een keer... far uit een bocht, zo. Ja, maar dat is ook een paar keer mee mogen doen en dat was toch wel... Het clipje van je sloeg me met de hond van de buren, bijvoorbeeld, daar heb ik in meegewerkt. En dat was toch wel... Ja, akkoord, maar dat is toch ook jaren 90, niet? Is ook zo'n reeks. Ik vind ook iemand als Marcel van Tilt, die ook dat ontregelende had in de dingen die op tv deed. Ja. Maar dat is inderdaad wel allemaal 25, 30 jaar geleden. Dat doet dat niet meer, dat is waar. Denk ik. Nee, dat is een graad van punk. Ja. Een graad van punk dat echt voorbij is. Hè, ja, ik denk dat gewoon zich nu op YouTube afspeelt. Ja, maar het is veel gladder op YouTube. Want YouTube is het allemaal gemonteerd en geëdit en opnieuw gedaan. En echt dat... Ja, je kunt van alles vinden natuurlijk op YouTube. Maar New porn bedoel je nu? Dat is een andere... daar kun je ook van alles vinden. Dat is spontaner, dat is waar. Ja, dat is wel Nou, dat is ook vaak. Maar zo... Dat is ook vaak een script, hoor. Ik denk ook dat komt omdat de mensen hun attention span was gewoon langer. Ja. Tegenwoordig inderdaad, er veel meer zenders, maar je hebt ook YouTube. Dus als je 5 seconden niet geïnteresseerd bent, dan zapt ergens anders naartoe. Toen ging je nog zitten voor tv. Bijvoorbeeld dat kaf van Christian van de Weijgaard daar. 2 minuten gewoon alleen maar beeld zonder klank. Ja. Ja. Dat is onmogelijk nu. Nee, dat is onmogelijk. Dat kan niet, hè. Je had toen natuurlijk in Nederland letterlijk 2 zenders. Ja. Dus je kon niet zap, plus je had geen afstandsbediening, dus je moest naar de tv. Ook niemand deed dat. Ja. Dus dan zit je daar aan te kijken. Je kon je knop draaien. Ja. Maar dat is echt een fundamenteel onderdeel, volgens mij, van dat ritme van die comedy. Ja. Of die programma's op zich, hoor. Ja. Daar komt het tegenwoordig niet meer mee weg. Stel voordat er op Facebook op je tijdslaan een clipje van 2 minuten voorbij komt en je kunt niet scrollen en dat begint stil. Ja, niemand bekijkt dat nog. Nee. Jammer op zich. Het enige waar je dat nog kunt doen is in theater, omdat daar de mensen moeten blijven zitten. Dus de enige manier om dat soort ontregelende en anti-dingen te doen is in theater dan, blijkbaar. Hoe was dat stuk met die honden, met die 5 Duitse runners? Inderdaad. Net daar hier ook staat, dat is Going to the Dogs, is een theaterstuk wat hij gemaakt heeft. Ik denk zelfs in Carré, maar ik weet niet. In ieder geval een grote zaal, met alleen maar honden. Met Duitse herders, geloof ik. Tot in de stad Schouwburg. Stad Schouwburg. Schouwburg in Amsterdam, ja. Ah ja. En dat waren honden die dan volgens een script van hot naar her liepen en dan met honden temmers geregeld... Het publiek was verschrikkelijk geamuseerd. Dat moet het toch kunnen zijn, ook als publiek weer. Ja. Ik denk dat er ook een soort... Je bent natuurlijk als publiek ben je bewust dat je daar iets bijzonders zit te kijken. Dat er iets raars aan de hand is. En wat je zag... En je gaat mee, hè. Je leeft mee. In het verhaal van wat hem wil zeggen. Van voilà, ik doe dat. Enfin, het komt heel goed tot uiting in de uitspraken dat hem deed. Voilà, het moet niet allemaal goed en mooi. Ik vond het een uitleg. Jammer van die anderen dat er altijd bij. Nee, dat is zeker waar, maar het deed tegelijkertijd ook iets van een Andy Kaufman leest The Great Gatsby. Van, je had er buiten zin, of misschien had er beter toch niet bij geweest. Ja. Leuk om het verschil is dat het is inderdaad ontregelend en het is soms raar. Maar ik vind het wel altijd entertainend. Ja, vind ik ook wel. En dat is bij Andy Kaufman, weet ik niet of het... Dat is leuk als verhaal, maar als je in de zaal zit, weet ik niet of het zo leuk was. Nee. En ik denk dat bij Wim de Schippers het wel altijd nog
nog aangenaam was. Behalve voor de verkeersinformatielezer. Behalve voor die man. Maar fuck die gast. Weet je. shoot the messenger, zeg ik dan maar. Stuur hem. Inderdaad. Nee, maar dat is wel... En trouwens, vind ik met zijn kunst ook, de werken die ik heb gezien, er zitten ook echt heel mooie dingen tussen, vind ik. Ja. Dat torentje, dat zo boven een vijver uitsteekt. Ja, dat heb ik ooit per ongeluk gezien. Ik ben ooit met iemand mee geweest, ik denk met Thomas, die moest daar toen optreden. Dat is in Groningen, als zo ergens. Nee, Twente. Twente, dacht ik, ja. Ja, of Twente. En dat is aan een universiteit. En hij moest daar toen optreden, een comedyavondje doen. En ik heb dat toen gezien. Op live gezien, ja, klopt. Ja. En dan wist ik wist toen niet, en achteraf wist ik dan dat dat van Wim de Schippers was. Dus dat heb ik daar achteraf gezien. Torentje van Drienerlo heet het. Ja. Torentje van Drienerlo, zie ik hier. Inderdaad. Het is echt zo'n mooie torenspits, voor de mensen die het niet hebben gezien, die boven het water uitsteekt, waardoor er een kerk onder water lijkt te staan. Wat altijd een goede, iets goed is om een kerk te doen. Sowieso. Maar het is ook heel poëtisch. Of die zwevende steen, hetzelfde vind ik ook geweldig. Met de titel Het is me wat. Ja. Ja. Dat is goddelijk, hè. Een grote kei die van precies 500 kilo die zweeft 10 centimeter boven de sokkel. En dan de titel van het werk is Het is me wat. Ja, en dat staat dan ook op de drie kanten. Het, en dan de volgende kant is, en dan de achterkant me wat. Ja. Geweldig. Ook wat er ook vaak gebeurt, dat is ook in Rolf Lofloy en al die dingen en al die tv-dingen ook, dat als mensen iets zeggen, dat het altijd letterlijk wordt genomen. Ja. En, dat is een beetje een soort woordspelinggevoel en ik moet daar toch altijd heel hard om lachen. Ja. Een voorbeeld, you know, ik hoop nu. Maar... Nee, natuurlijk heb ik geen voorbeeld, want dat zou ik goed voorbereid zijn. Maar dan leg ik me bij neer en hij dan ook effectief gaat liggen. Juist, ja. En iets anders wat ik ook fantastisch vind, dat is ook in Rolf Lofloy en ook in zijn tv-werk, is dat iedereen altijd de hele tijd valt. Er vallen dingen gaan kapot. Ja. Slapstick. Ja. Er zit heel veel slapstick in, hè? Ja, maar dat is echt... Maar dat soort anarchie ook, wat slapstick ook een klein beetje is, dat mis ik toch keihard. En dat is keihard die periode voor mij. Theo en Thea, moet ik nu ook aan denken, is ook dat soort echt grensoverschrijdende... Ja. Kan dit wel? Een kinderprogramma met blote tieten en shit? Tuurlijk kan het. Het is Nederland. Ja. PPRO, fuck it. Klopt. Ja, ja, ja. Maar in het fragment dat we gezien hebben in de documentaire, was er ook zo... Wim T. komt via een deur binnen en valt over de eerste tafel, valt over de tweede tafel, de volgende tafel, nog, en dan door het raam. Door het raam naar buiten, Je blijft gewoon doorvallen. Ja. Dat was het dan. En die helemaal geloofwaardig, maar wel funny. Ja. Monty Python is eigenlijk ook een soort van dat... Ja. Hidden miss, absurdisme. Ja, absoluut. Het ging in de lucht, hè. Het was toen, Monty Python is ook eind jaren 60, begin jaren 70. Hè? Ja, klopt. Diezelfde periode, hè. Dat is zo, ja. Maar wederom iets wat ik denk dat je vandaag... wat ik niet meer zie, ik zal het zo zeggen. Niet echt gemaakt wordt die graad van... Nee. En dat ik denk dat te maken heeft Die hele rare humor is inderdaad... ik had het er bij Jens ook over, dat absurdisme ook op het podium... Ja. Niet zoveel meer is. En dat er van, vroeger had je Gunter Lamoot en Pieter Prater of zo. En Karel de Rijken nu. En nu heb je Karel de Rijken inderdaad. Ja. En dat is een van de weinige mensen die dat nu doen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk best veel beginnende stand-up comedians. Er is best wel veel volk. Maar ik ken maar één iemand die dat genre probeert te doen. En dat is Karel de Rijken. Ja, Wim Helsen kunde eigenlijk ook wel, denk ik... Jawel, maar dat is niet de nieuwe garde. Nee. Van de nieuwe garde, nee. Nee, in de oude garde zijn er een aantal mensen die dat wel doen en die ook daar heel veel voor gewaardeerd worden. Ja. Maar van de nieuwe mensen, die gaan toch eerder richting pure stand-up en minder voor dat absurdisme. Terwijl ik juist denk, ik wil alles zien. Ik wil het graag zien. Dat is dat, Maar op visueel gebied heb ik het gevoel dat in de films Wes Anderson, dat er ook regelmatig die dingen die redelijk absurde... Hij kletst dat ook allemaal bij elkaar. Dat zijn dingen dat uiteindelijk niet kloppen in de realiteit, maar die toch in zijn films toch wel ongelooflijk goed kloppen. En dat alleen veel, veel hermetischer, hè? Het is geen chaos, het is heel geleidelijk, maar het heeft wel... Ik snap het wel. Zeer uitgewerkt, Ja. Ik las ook dat, ik wist van het bestaan niet af, maar er is blijkbaar een Dr. Anders P. trofee. Ja. En dat is een wordt uitgereikt aan een auteur of kunstenaar
die werkt in de vrolijke en vrijzinnige traditie van Dr. Anders P. Nu, Jan de Smet, jij is een grote fan, ook een grote fan van Dr. Anders P. Bij de eerste uitreiking ben ik bij geweest. Dat was uitgereikt aan Midas Dekkers. Ja. Die heeft toen een pracht van een uitleg gegeven waarom hij de prijs in ontvangst nam. Dat was Midas Dekkers, de bioloog? Die heeft een allereerste prijs gekregen. En de trofee, dat was in 2019. Ja. En de prijs was dus 2019 euro. Ja. Dus nu zal dat, Wim D. Schippers zal nu 2022 euro gekregen hebben. Ja, klopt. Ja. En bij de, want het is een paar keer niet doorgegaan, wegens corona natuurlijk, hebben ze de prijs niet kunnen uitreiken. Daarom nu terug heb ik het vernomen ook. Ik was uitgenodigd, maar kon toch niet gaan. En dat werd toen ook, toen met de uitreiking van de prijs aan Midas Dekkers, was er ook een optreden van Kiki de La Fauteuil. En ik weet niet of er iemand nog weet wat Kiki de La Fauteuil was. Nee, ken ik niet. Dat was ook een reliek uit de jaren, jaren 70. Toen in Vlaanderen ook de groep Radijs met Jos de Pauw en zo furoren maakte. En dat was ook een groep van Erik de Volder, die later prachtige theatervoorstellingen heeft gemaakt. En zijn zangeres van zijn orkest, die heeft daar toen, hoe oud dat ze ook al is, maar die heeft daar toen een fantastisch nummer gezongen en iedereen was wild enthousiast. Enfin, dat heeft niks met Wim T. Schippers. Nee, dat is niet erg, dat mag. Maar het is toch een beetje de tijdgeest ook die een klein beetje meegeeft ook. Ja. Ja, het is toch grappig dat toch aan elkaar ook gelinkt wordt. Ja, aan Dr. Anders P. en Wim T. Schippers. Omdat dat toch mensen zijn die voor kunst en in dit geval voor de taal veel betekend hebben. Klopt, ja. Ja. Wie maar zijn er zo? Achterloos dan. Wat zeg je? Ja, achterloos dan of zo. Op een of andere manier. Zo in het voorbijkomen. Niet met de bedoeling om iets toe te voegen aan een taal, denk ik. Nee. Nee, dat is gewoon gebeurd. Dat is, die zaten niet thuis achter een schrijftafel. Nu ga ik de talers beter maken. Dat gebeurde. Terwijl Dr. Anders P. komt ook echt over als een doctorandus, vind ik benauwd. Ja. Gekke professor die in zijn labo fantastische taaldingetjes maakt. Constructie, hè. Dat is wiskunde, taalkundige wiskunde. Die terwijl zo'n Cote & Bie of Wim T. Schippers, dat is zo van, dat zijn al de typetjes dat dan in een typestijl een of andere term lanceren die dan bij de goede gemeente wordt opgepikt op een of andere maffe manier. Ja. Over baanbrekend gesproken, misschien moet je het toch eens hebben over de allereerste op televisie. Hè? Allereerste ter blote wereld. Borst ter wereld. Ja. Dus in het programma Hoopla, wat maar, waar maar vier afleveringen van zijn, waarvan één is uitgezonden blijkbaar, daar zat de allereerste blote borst aller tijden in. Op deze planeet. Op deze planeet, op tv, op deze planeet. Maar, En dat was een dame die de krant zat te lezen, de krant dichtvouwt en geen kleren aan bleek te hebben. En dat was het. Dus er zat geen seksualiteit in. Dat was gewoon een vrouw die naakt de krant aan het lezen was en dan die krant wegdeed en dan naakt daar zat. Maar dan bleef de camera er wel even zo... De camera bleef even hangen. Als je dan in de kamer zat met je ouders... Ik denk dat het over heel Nederland en Vlaanderen speciale momenten zijn geweest. Ga jij maar slapen al. Want dat is echt 20 seconden is of zo. Het is echt lang, hoor. Het blijft echt hangen. Heel lang. Kijk, los de lens in. Het is van, dus, hoe laat is het? Look at the time. En welk jaar was het? Weet je dat van buiten? Nee. 98 of 69, zoiets. 67? 67. 1967, dus eigenlijk vlak voor de seksuele revolutie. Ja. Het was de toen 21-jarige Phil Bloom, wiens borsten... Wiens Bloom. te veel was... En inderdaad, daarna in de Fred Haché's hadden ze gewoon naakte danseressen die er doorheen renden en andere tv-programma's verstoorden, zo gezegd. Daar waren mensen helemaal van onder de indruk natuurlijk. Daar zijn ze in het parlement en in de Tweede Kamer en zo zijn daar vragen over gesteld. Natuurlijk door de christelijke partijen die daar dan eventjes... wat de fuck is hier aan de hand?
Mensen die hun lidmaatschap opzegden. Ja, mooi woord. Lidmaatschap. Lidmaatschap. Door het tonen van een lid. Want niet, later, niet veel later ging hij dan zelf met zijn blote snikkelen. Ja, omdat al die controverse dan was, zei hij, oké, dan ga ik zelf. En in een van die programma's, ofwel van Zijver Thijs, ofwel Op zoek naar Loyaland, daar komt hij ook gewoon zelf full frontal naakt in beeld. Inderdaad. Iets wat je vandaag ook niet meer zomaar kunt inbeelden. Hè? Totaal niet. Maar, denk ik. Zijn de mensen preutser geworden en zijn de mensen minder anarchistisch dan toen? Want dat zeggen we eigenlijk de hele tijd. Ik denk het wel. Gecontroleerder, ook omdat alles wordt opgenomen waarschijnlijk. Of het gevoel dat je op alles gepakt kunt worden. Je hebt die vrijheid van, we doen iets en het is weg, gebied. Het is nooit meer weg of zo. Het is altijd wel... Ja, maar dat was toen ook, het was ook TV. Iedereen had toen had wel letterlijk iedereen het gezien. Hè? Dus had ja, maar niet miljoenen iedereen. Mensen ja, maar het werd niet opgenomen. Het werd niet geshared, het werd niet getweet. Nee. Een videorecorder die moest al klaarstaan, anders was het ook te laat. Dus je kunt niet teruggaan van, hey, die heeft gisteren dat laten zien. Dat ging niet. Ja. Dat is een totaal andere manier van met elkaar omgaan, denk ik. Ja, ja. Ja, het toevallig zijn er het laatste jaar wel veel meer piemels te zien. Ja. Het is ook zo, dankzij de videorecorder, dat de allereerste Pak de Poen Show nog altijd blijft doorleven. Hè. Die banden die zijn de dag daarna gewist, maar nogthans hadden ze er geen rekening mee gehouden dat er een hele hoop mensen thuis videorecorders hadden. En ja, dat heeft nu een tweede leven op internet, hè, die Pak de Poen Show. Dat en de nippelslip van Sabrina. Ah, ja. Dankzij de videorecorder in de freeze frame. De freeze frame, ja. 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 Ja, verspreid geraakt. De scène van Basic Instinct, dat is ook een die... Okay. Als je Basic Instinct huurde, dan bleef die daar een beetje hangen. Omdat iedereen daar er zo'n pauze ging over. Ja, te veel teruggespoeld. Ja. Kijken jullie nog af en toe dingen terug? Of lezen jullie dingen terug? Want de aflevering van Ron Flon Flon, die staan allemaal op het interwebs. Die staan allemaal op podcast. Je kunt die gewoon downloaden. Dat is fantastisch. Ja. Heel Ron Flon Flon. 300 afleveringen. 300 en afleveringen, inderdaad. Maar regelmatig in de auto... nu is het weer even geleden, maar ik heb er heel veel beluisterd. Ja. De eerste is geweldig. Legendarisch natuurlijk. Er zijn een paar live-uitzendingen ook heel boeiend. Ja. De Gerard Reve-uitzending, die moeten gewoon checken. Ja. En die met Jelle, de boze politieman, moet ook checken. Die zijn gewoon legendarisch. Begin daar. Ik heb Wim de Schippers leren kennen eigenlijk door mijn goede vriend Jorrit Tamminga. Dat is een gast die ik kende van de middelbare school in Nederland. En die is, die heb ik ook via Zoom even gevraagd om over Ron Flon Flon te babbelen. En daar gaan we nu ook eventjes naar luisteren. Fokkast. Ik zit hier tegenover mijn goede vriend, jeugdvriend, Jorrit Tamminga, live in Utrecht. Exact. Welkom Jorrit, welkom in de Wim D. Schippers podcast. Wat speciaal dat jullie het over Wim D. Schippers gaan hebben. En terecht, hij is starter geworden. Ja, daarom. 1 juli al. Ja, reeds. Reeds, inderdaad. En waar Jorrit Tamminga is, daar zat ik zat met jou op de middelbare school. Ja. En dan ben jij muzikale studies gaan doen. En wat is je werk momenteel? Mijn werk momenteel is het componeren van muziek, het doen van sound design en lesgeven over componeren met elektronica. Componeren met elektronica. Ja, dus ik vind het muziek maken en er zit altijd een technologisch of een elektronisch tintje in. Dus ik ben niet zo goed in strijkkwartetten en dat soort dingen. Ja. Maar wel goed, of tenminste dat denk ik dan, tenminste in geluid maken met synthesizers en muziek maken met synthesizers en computers. Ja, en je werkt ook veel samen met, Hendricks. Wim Hendricks. En dan ben je af en toe hier in de single of in... Ja, nou af en toe. Laatst was ik er ook nog met de opera van Wim Hendricks, De Bekeerlingen. Ja. Dus dan was ik inderdaad een paar weken... Toen heb ik jou niet gecontacteerd, maar dat had ermee te maken... Schande. Schandalig. En we zouden ook een keer nog naar de Joker willen gaan, Wim en ik, maar we zaten gewoon... Tot onze oren, of zeg je dat? Ja. Tot over onze oren in die opera. Dus waren we hartstikke druk mee bezig. Ja. Maar goed, wij kennen elkaar al, 35 jaar. Zoiets, hè? Het wordt steeds langer. Ja, het wordt steeds langer. Ja, zo gaat dat. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat ik Wim D. Schippers en vooral Jacques Plafond en Ron Flon Flon door jou heb leren kennen. Oh, dat wist ik nog wel niet. Maar ik was dat is volgens mij zo. Jij was toch... Wanneer ben jij fan geworden van Wim de Schippers? Ja, ik durf niet te zeggen
Ik ging ook natuurlijk in voorbereiding hierop ging ik ook weer eens terug in mijn gedachten. En ik dacht, wanneer ben ik nou echt begonnen met luisteren? En of het nou 10 was of 11. En dan reken ik even Bert en Emily niet mee natuurlijk. Hè, nee, ja, want eigenlijk. Ja, maar ik weet wel dat jij toen nog altijd, we waren toen 16, 17 jaar, ja, dat Bert en Ernie platen luisterden. Jazeker, en ik zette bandjes, Bert en Ernie vieren kerst en Sinterklaas en dat soort dingen. Want dat vond jij gewoon oprecht leuk. En onze klasgenoten vonden dat een beetje raar dat je nog naar Bert en Ernie luisterde. Maar jij hoorde daar meer in. Tuurlijk, nee, kijk, en dan heb ik het niet over de officiële Sesamstraat Amerikaanse vertalingen, maar Bert en Ernie werd in Nederland ook nog doorgezet door Wim T. Schippers en Paul Hanen zelf. Die gingen zelf teksten, die hebben eigenlijk een soort karakterverdieping gemaakt op die twee iconische karakters uit Sesamstraat. Ja. En als je goed luisterde, nou ja, zo goed hoeft hij ook weer niet te luisteren, maar dan hoor je tussen de regels door typisch Wim T. Schippers humor. Ja. Paul Hanen overigens, hè, alle credits. Tuurlijk, Paul Hanen is ook een grote man, absoluut. Ja. Maar je hoorde daarin dat ze weken enorm af van het een beetje gezapige Amerikaanse Sesamstraat-idioom. Ja. Ze gingen helemaal een eigen draai eraan geven. Ja. En dat vond ik echt ontzettend leuk om te horen. Suggereren die platen ook iets meer dat het gewoon een homokoppel is? Of nee, is dat niet. Dat niet. Gek genoeg blijven ze daar eigenlijk heel ver vandaan. Althans. Nee, dat ligt er absoluut niet dik bovenop. Het blijft een soort kinderlijkheid, maar met een serieuze ondertoon. Gescheiden ouders, drankmisbruik zit er ook stiekem in. Ah, ja. Dat Zwarte Piet bij Sinterklaas, laten we maar een borreltje gaan drinken, want ik heb er geen zin meer in. dus er zitten al. En die staan volgens mij ook allemaal op Spotify, de Bert en Ernie van Wim T. Schippers. Ja, ja. Dus daar was ik heel erg in geïnteresseerd. Maar vooral ook Ronflonflon met Jacques Plafond. Dat nam ik elke dag, of elke woensdag. Elke week. Nam ik dat op van 5 tot 6 op onze cassette recorder. En dan gingen wij onder het eten, als een echt Hollands gezin, aten wij om 6 uur. luisterde ik het nog een keer af. Dus eerst van 5 tot 6 luisterde ik het live. En daarna met de hele Letterlijk het uur daarna. Dus je luistert tussen 5 en 6. En dan tussen 6 en 7 nog eens. Nog een keer. met je familie, met je ouders. Ja, ik weet niet of ze het altijd even leuk vonden. Maar ik kon er geen genoeg van krijgen. Nee. En ik vond dat echt ongelooflijk briljant. Ja, voor de mensen die het natuurlijk niet kennen, Ronflonflon, je kunt het terugvinden, ik denk zelfs op Spotify, in ieder geval, het staat op de VPRO-website. Ja. Dus je kunt het allemaal terugluisteren. Het is eigenlijk een soort radioprogramma, maar hoorspel eigenlijk. Hè? Ja, het is veel meer hoorspel en een soort theater in één. Een soort parodie op radio hier en daar, reclames belachelijk maken, rubriekjes. Ja. En waar een normale radio-dj een plaat aankondigde, lulde hij gewoon dwars door de hele plaat heen. Dat was ook een beetje zijn type. Zeker als het een kutplaat was. Absoluut. Klotenplaat was het overigens. Ja. Klotenplaat. Er zat overal jingles voor. En er waren verschillende karakters. Af en toe kwam ook de zogenaamde radiobaas binnen, die Wim T. Schippers of Jacques Plafond dan weer ontsloeg. Ja. Er werd gedronken ook. Nou, er was een dichteres, Wilhelmina Kutje. Wilhelmina Kutje. Die dan gedichten ging voordragen. Kijk, ja, exact. Ik heb gevoelige plekjes van Wilhelmina Kutje. Jij hebt Kutje compleet. Voilà. Ik heb deze heb ik inderdaad op mijn boekenlijst van Nederlands, middelbare school, gezet. Ja. Want ik vond het, mijn leraar Nederlands vroeg ook de goede vragen aan mij. En waarom? En daar had ik eigenlijk geen antwoord op in eerste instantie. Maar ik heb inderdaad die hele bundel. Jij hebt ze waarschijnlijk ook alle 4, hè? Die werden toen uitgegeven, die boekjes. Ja, rondom, inderdaad. Ja. En dat filmwoordenboek is helemaal niet zo slecht. Nee, dat is echt een goed filmwoordenboek. Ja, dat is er ook inderdaad. Ja, ik heb ze ook allemaal. Ik heb al zo'n verhaal. Inderdaad. Hey. Ik denk dat de liefde voor Wim T. Schippers begon, denk ik, met Ronflonflon op de radio. Ja. Maar ook op tv waren er natuurlijk een aantal. Ja, was het nou echt jeugdseries? We zijn weer thuis. Plafond over de vloer. Ja. Op zoek naar Yolanda. Ja. Daar ben ik ook echt wel mee opgegroeid. Ja, bij ons, bij jou en mij, want we zijn ongeveer even oud. Ja. De Fred Taché Show en Van Hoekels Discohoek was net voor onze tijd eigenlijk. Absoluut. Ik heb het later wel allemaal weer teruggekeken, want het is nog veelvuldig herhaald op de Nederlandse televisie. Ja, het is ook allemaal op DVD uitgebracht. Ja. En dat is ook ongelooflijk geniaal als je dat terugkijkt. Maar waar ik echt mee groot ben geworden is We zijn weer thuis. Op zoek naar Yolanda. Ja.
Ja, ik was vooral van... Ja, ik vond plafond over vloer natuurlijk leuk, omdat dat er eigenlijk rond van vlom met beeld was. Exact, ja. Maar We Zijn Weer Thuis, daar heb ik toch ook wel heel erg van genoten. Oeh, het 5 seizoenen lang, inderdaad. Ja, ja. En dat was eigenlijk, denk ik, daar was hij op zoek naar een soort dat perfectioneren eigenlijk. Een dramadie heet het, dat geloof ik. Ja, een dramadie, ja, klopt. Een soort soapachtig iets, met de hints naar Zeggens A toe. En, ja. Ja, ook omdat die ene acteur uit Zeggens A meespeelt. Die speelt dan ook de acteur van Zeggens A. Dat vind ik ook zo heel grappig. Ja, ik moet eventjes filmopnames gaan maken van Zeggens A. Ja. Dus hij speelt dat deed hetzelfde in de werkelijkheid. Dat deed hetzelfde als wat hij met z'n alles doet. Het absurdisme en dingen verbinden. Hè, en ook rare dingen. Er wordt heel veel gevallen. Men valt ook de hele tijd. Er sneuvelt altijd meubilair en dingen. Ja. Vallen van de trap. Iedereen, het is... Waarbij het een soort blijspel wordt. Alleen heel theatraal eigenlijk ook. Je ziet dat het allemaal gewoon bordkarton theaterobjecten zijn eigenlijk. Ja. Dus een soort hyperrealisme. En dat is natuurlijk, in Rob Flevol zat dat ook al een beetje. Ja. Daar zat dat theatrale en al die... Het goede van Rob Flevol en van We Zijn Weer Thuis en zo, is dat het lijkt een rommeltje, maar het is eigenlijk allemaal uitgeschreven. Nee, het is allemaal gescript. Volledig. Ja. Alles is gescript. Ja. Maar het lijkt heel stream of consciousness. Het lijkt heel... We doen maar wat. Ja, nee. Maar dat is het niet, hè? Nee, absoluut. En dat was ook het goede bij Van Oekel's discohoek. Dat was dan die chef Van Oekel, of hoe heette hij ook alweer het echt? Maar in ieder geval... Dolf Brouwers, ja. Dolf Brouwers, die kon zijn tekst ook niet onthouden. En die stond ook gewoon alles van het script op te lezen, op te dreunen. Dat was ook echt heel raar, eigenlijk. En niet te vergeten, want ik denk dat jij die documentaire ook hebt teruggekeken. Er was vandaag en een paar dagen geleden in het kader van 80 jaar Wim T. Schippers. Ja. Een documentaire werd er uitgezonden en er werden weer eens wat highlights getoond. Waaronder het eerste naakt ter wereld op televisie. Inderdaad. De allereerste blote borst op televisie in de wereld. In de wereld, notabene. Ja, dat wist ik. Ik wist dat het in Nederland was. Dus ik ging er ook vanuit, het zal wel Benelux zijn. Maar het is letterlijk dan in de wereld, blijkbaar. Ja. Ja, en dan waren ze natuurlijk... Ja, en dat is gewoon een vrouw die de krant leest. Ja. En dan die krant opvouwt. En dan blijkt ze geen kleren aan te hebben. Dat is het eigenlijk. Dat is het. En dan gewoon in de camera zo kijkt van... Ja, hier zit ik dan. Weet je, dat is het. En daar zijn... Ja, daar het hele land stopt op zijn kop. Exact. Maar dat is gewoon een naakte mevrouw, hè? Het is niet... Het is, nee, het is niks erotiserend. Het heeft nul erotiek. Ja. Maar heel grappig, hè? Dus ook dat heeft hij bereikt. Ja. Dus zeker voor Nederland heeft hij volgens mij echt baanbrekend werk verzet. En dan hebben we het nog eens over laten we zeggen, de stripverhalen, de beeldende kunst, de theaterteksten die hij heeft geschreven. Ja, klopt. En zo zijn wij, en ik weet niet of jij dat nog kan herinneren, in de jaren 90 ook nog een keer naar een overzichtstentoonstelling geweest. Oh, dat weet ik nog. Ja, exact. Waar dus ook de legendarische pindakaas. De pindakaasvloer lag daar, hè. Dat is, dat was, ik heb het teruggekeken, dat was 97 was exact. Dat. Exact, ik moest het ook even opzoeken. Dat was mijn afstudeerjaar was dat. Oké, in het Centraal Museum hier in Utrecht, inderdaad. Ja, was een overzichtstentoonstelling. En blijkbaar heeft hij ook een ruimte in het Rijksmuseum. Ja, klopt, ja. Ben je dat gaan bezoeken? Nee, maar misschien toevallig dat ik het gezien heb, maar nee, niet bewust. Ik heb wel een aantal beelden van hem gezien. Dat torentje van Drienerlo. Waar is dat? Bij de universiteit van de Twentse Universiteit. Twente. Die heb ik toevallig een keer gezien. En dat is echt ik ben er ook toevallig eens geweest dat ik met iemand moest daar optreden. Een vriend van mij moest daar optreden. En dan heb ik dat gezien. En achteraf had ik pas nog dat was dat. Ja. Precies, ik had precies hetzelfde. Ik dacht echt dat dat is hier onder water. Kerk onder water. Maar dat was dat. Kunstwerk van Wim T. Schippers te zijn. Hij heeft ook een drol kunstwerk. Ja, heeft hij ook. Ja, klopt. Dat heb ik nooit gezien bij de VPRO gebouw. Schijnt dat te staan. En er is een Wim T. Schippersplein blijkbaar. Ja. Ja, en het Willy Bobbe plantsoen. Dat was een bekend plantsoen in veel van zijn tv-series. Is later ook nog eens een keer daadwerkelijk geopend. Ah ja, dus dat was een fictief plantsoen. Wat dan nu realiteit geworden is. Ja, exact. Ja. Ah, gaaf zeg. Hey, ik wil even terug over Rofloflop. Dat was onze... Wij luisterden ook, want jij had dan die cassettebandjes. Ja. En dan hadden we Walkman. Hè, exact. Over jaren 80, 5, 6, 87. Ja. En dan luisterden wij, dan kreeg ik die bandjes. En dan kon ik ook luisteren. En heb je die bandjes nog met die dingen op? Of is dat allemaal weggeflikkerd? Nee, ik ging inderdaad ook weer even zoeken in mijn bandjescollectie. Maar volgens mij tapte ik altijd weer over de vorige uitzending heen. Totdat het bandje gewoon echt helemaal gaar was. Ja. Ik denk dat je ooit nog eens één hebt gevonden die per ongeluk dan niet overgetaped was, inderdaad. Ik denk dat je ooit nog eens één terug hebt gevonden. Ja, wat is je favoriete personage uit het Drolflolflol universum? Ja, ik heb er ook over na zitten denken. Dat is natuurlijk Jacques Plafond, dat staat buiten kijf. Ja, hoofdrolspeler Jacques Plafond. Maar toen zat ik eventjes nog te denken of dat
Jan Vos of Etna Vesuvia is. Wij zijn trouwens ook nog een keer, sorry dat ik eventjes interpeer, nee, zeg maar. Naar een toneelvoorstelling geweest in het Beest in Goes, van het duo Jan Vos en Etna Vesuvia. Juist. En dat we, er waren met theaterteksten van Wim T. Schippers natuurlijk. Ja. Maar dat even zelfs terzijde, Etna Vesuvia, of ik denk toch Jaap Knasterhuis. Jaap Knasterhuis! Ja, door hoe die praat ook. Ja, wel en ook. Exact. Precies. En plaat en aankondigen en nu, sorry. En dat is Jaap Knasterhuis. Ja. Dat is dat legendarisch. Was, volgens mij Rogier Proper, als ik me niet vergis, de co-auteur van veel van die teksten. Ja. Die vond ik echt heel goed. En ik weet niet of je de vervolgvraag al hebt gesteld, maar ik ga hem toch al beantwoorden en zelf stellen. Favoriete uitzending. Ja, is er een favoriete uitzending? Ja, ik denk dat tenminste die me echt is bijgebleven. Dat was op Koninginnedag. Dat is dan vandaag, tegenwoordig is het natuurlijk Koningsdag, maar vroeger hadden wij op 30 april Koninginnedag. En toen had Wim T. Schippers bedacht, laten we in het kader van het Koninginnedag het hele Wilhelmus gaan uitzenden. Dus er heeft Wilhelmina Kutje het hele Wilhelmus, alle 15 coupletten, gezongen. En tussendoor, tussen elk couplet, speelde Jan Vos, want die speelde dan de piano natuurlijk. Ja, Kloes van Mechelen. Een soort improvisatie tussendoor. En dan ging Wilhelmina Kutje even een borreltje doen. Dus ze werd hoe langer, hoe zatter. En elk nieuw couplet was een halve toon hoger. Dus het werd ook steeds hoger en hoger. Ze kon er ook niet meer bij. Ze werd steeds zatter en bezopener. En dat was de hele uitzending. Oh, fantastisch. 15 couplets, dat is kunst. Ja, dat is echt kunst. En dat was gewoon op publieke radio, hè? Publiek dat was gewoon dus tijdens de spits zaten mensen in de auto. Daar zat een Wilhelmina Kutje die de Wilhelmus zit. Dat is geniaal, man. Dat was Hilversum 3 of tegenwoordig Radio 3. Dat was eigenlijk de meest populaire zender op dat moment. Ja, even Primetime. De popmuziekzender, zeg maar. Ja, en wat ik ook altijd heel gaaf van. Dat hij de datum verneukte. En dan zei hij altijd, het is 2400 april 1983 of zo. Weet je wel, zo dat hij. Dat hij zo al die data door. Ik denk dat er op een gegeven moment zelfs een app was op de telefoon. Goed. Waar je de datum verneukte. Dus dat je zegt van het is nu 724 april 2019. Ja, ik ga gewoon doortellen. Ja, ik tel gewoon door van een maand. Ja. En de jingles, hè? De jingles waren echt. Ja, klotenplaat noemde ik net inderdaad. Of wie zullen we nu weer eens bellen? Bellen. Ja. Ook heel fijn. En een jingle, dat er een nieuwe jingle was. Dan was dat altijd ook al. Een nieuwe jingle. Er is een nieuwe jingle. Ja, dat is het beste wat er is. En heeft Wim T. Schippers en Rob Vlo Vlo jouw humor gevormd, denk je? Ja, onbewust of bewust zeer zeker wel. Ja. Ja. Want toen jij me appte erover. Ik had vroeger op de middelbare school 2 idolen. En dat was Freek de Jonge en Wim T. Schippers. En op dit moment, ik denk, niks ten nadeel van Freek de Jonge, maar Wim T. Schippers toch kop en schouders bovenuit. Dus ik heb op dit moment, als iemand mij, wat is jouw grote idool? Ja, Wim T. Schippers. Ja, voor mij ook wel. Maar ook wel Freek de Jonge. Maar Wim T. Schippers heeft natuurlijk dat in zoveel verschillende disciplines gedaan. Precies. En ik denk toch dat onbewust er altijd iets doorcijpelt van dat absurdisme. Ja. Maar dan wel heel gestileerd. Hij weet exact wat hij doet. Ja. Dus het is inderdaad niet zomaar een beetje klooien. Het is heel gestileerd, daar hou ik heel erg van. Super absurdistisch. Ja. Terwijl ik heb zelf niks met taal. Ik zit in de muziek natuurlijk. Ja. Maar toch... Maar ik heb altijd, als ik iets van jou beluister, dan hoor ik dat dat jij dat bent. Ja. En dat daar ook iets humoristisch of relativerend in zit. Dat relativerende, misschien is dat het wel inderdaad. Ja. Ik hoor dat ook altijd. Ik denk dat te horen. Hè? Maar ik bedoel, ik ga daar nu even de muziekkenner uithangen. Maar ik denk altijd, dat is Jorrit. Dat is Jorrit. En dat vond ik ook zo goed bij die documentaire. Dat Wim T. Schippers nog steeds bezig is. Hij maakt nog steeds kunstwerken. Ja, ja. De man is 80 jaar en hij blijft doorwerken. Hij maakt, die drol is nog maar van 10 jaar geleden of zo. Die installaties die hij nu bouwt, die in zijn atelier liet zien. Ik vind het waanzinnig. Ja, dat is ook. Dat is absoluut waar. Ja, hopelijk mag hij het nog lang doen. Hè? Ik hoop het ook. Nog een ander dingetje wat ik leuk vond, is die taalvernieuwing die hij deed. En ook in Ron Flon Flon sprak hij iedereen
met you aan. Ja, in plaats van klopt. Jij of u. En kijk, in Vlaanderen spreken mensen vaak mensen met u aan. Ja, in Nederland is het wat botter, die beginnen al gauw met jij. Ja. Maar om dat een beetje tegen te gaan, dacht ik, ik doe gewoon you. Dan hebben we dat hele gedoe niet meer. Ja. Of het een beleefd is of niet. Ja, jammer dat we niet eens blijven plakken, want ik vind dat heel erg grappig. Ja, absoluut. Ik dacht, het had makkelijk. Dat was ook volgens mij het idee, dat gewoon zou inburgeren, als het ware. Ja, die inderdaad. Spreken. Ja. En blijkbaar heeft hij ook het woord gekte uitgevonden. Ja, absoluut. Ja. Dat zag ik ook in die documentaire. Dat wist ik niet. Ja, ik bedoel, dat is zo'n evident woord, absoluut. Maar hij heeft dat blijkbaar uitgevonden. Ja, net zoals jammer maar helaas. Ja, jammer maar helaas, inderdaad. Het is ook dus van hem, wist ik het dus ook niet eerlijk gezegd. Nee, wist ik ook niet. Onwaarschijnlijk boeiende man, waar we nog uren over kunnen doorlullen, maar gaan we niet doen. Nee, exact. Want er zijn nog andere mensen. Er zijn nog andere mensen die ook iets willen vertellen. Die willen zeggen. Jorrit, enorm bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dus en ook reeds, we zijn terug. En dit was Jorrit Tamminga. Jullie weten niet eens wie het is, maar dat is een jeugdvriend van mij. Boeiend. Proficiat. Dank u. Ja, nee, ik ben al blij dat je een jeugdvriend had, jongens. Nog één. Oké. Luister jij ook naar Ron Flop Flo, Jan? Ja, ik heb de dingen, de twee CD, de vierdelige cd's natuurlijk altijd. Ja, leuk, voor in een auto ook altijd. En de strips van Theo van den Boogaert over Jeff van Uccle. Die, ja, dat is klare lijn, hè. Dat is aangenaam om te kijken. Dat is eye candy, hè. Dat is echt heel leuk. Ik weet nog, als kind in Robbedoes, dat was de eerste strip waar dat stront in kwam. Ja. En dat was, ik weet nog als kind echt van, hè, wat? En ook echt, kijk, van die, niet zo'n klein, proper, mooi drolletje, maar echt zo, ik snap je stront. Ja, okay. Op de voorkant, hier, wacht. Op de voorkant zit er een stront onder zijn schoen. Ja, echt vale stront. Vale stront. Dat heb ik nog nooit niet gezien in een strip. Nee, maar dat is ook het goede, dat zei ik, daar hadden we met Kim ook over. Het feit dat dat klare lijn is en dat er dan toch stront in staat. Ja, zeker. Kuifje heeft nog nooit in een stront gestaan, hè? Dat is gewoon waar. Niet. Ja. Ja, het is ook zo altijd dubbel. Die Jeff van Uccle, wou je die nu zijn of wou je die net niet zijn? Het is een soort held tegelijk en ook een soort vale smeerlap. Heel moeilijk. Ja. Maar de eerste verschijning van Jeff van Uccle was als Belgische frituurist in een van de uitzendingen van dingen. En die had een frituur in Reet. Ja. En die is eigenlijk dus zoals gelijk als een Hollander zo Belgisch probeert te praten. Dus dat was niet echt perfect, maar dat was meneer en dit en dat. En wat zegt gij, meneer? Moet gij een frietje hebben? Ja, zoiets. Of een pintje? Ja. Dan willen we nog eens een pintje gaan vatten. Ja. Heerlijk. Ah, wel zullen. Zo, ja, zo ja wel zullen. Ja. Mooi. Ja. Maar het is wel een... Is dat een humorvorm? Want voor mij is die echt typisch Nederlands jaren 80. Ja. Stond dat in Vlaanderen ook? Wat Jan zegt is dat wat Kamma en Herzelen deden, is een beetje de Vlaamse versie, de Vlaamse variant ervan, vind ik. Okay. Meer dan het Leugpaleis, vind ik. Ik vind Leugpaleis, dat heeft dat absurdisme ook wel een beetje, maar minder. Dat is wat braver. En ik vind wat Kamma en Herzelen deden, was wat spannender en wat gevaarlijker. Ja. Ja. En ook doordat hij Eddie Wally gebruikte, zoals Wim T. ook een beetje oude sterren, hè? Die Harry Touw en die Yves Blokker. Ja, of, dat was een beetje gelijkaardig, vind ik. Wally in Space. Dat was, bijvoorbeeld. Fantastisch. En Wendy van Landen zat daar ook in, denk ik. Hè? Die... Ja, in een veel te klein pakje. En alles wat een tienerjongen nodig heeft. Alles wat een tienerjongen nodig heeft. Nee, dus ik denk wel dat wel universeel is of zo. Of, En, maar ja, het voor ons taalgebied dan. Ja. Ja. Denk ik. Of weer Monty Python. Zelf Monty Python. Oké, All right. Goed. Maar minder Amerikaans. En Frans? Dat weet ik. Ja, ken ik zo'n Franse humor. Dit versta ik niet, dus ik heb geen idee. Wij zien mijn hoofd ook altijd meer wat vaudeville, meer geformateerd, iets braver, iets zo wat... meer... De Franse humor is altijd heel verbaal. Hè. Dat is heel veel jeu de mots en heel veel... we hebben in de jaren 80 heel veel in het programma gespeeld met Franse komieken. En dat was allemaal klappen. Dat was nergens zo visuele of andere humor bij. Dat was altijd op het woord. Altijd vertellen, ja. Ja. Ja, als ik dan in Frankrijk van dat soort affiches zie, zijn dat ook altijd mensen die gekke bekken trekken.
Ja, ja. 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 Het is te lachen. Ja, ja. Dat is heel duidelijk, heel helder. Om te lachen, ja. Ja. Terwijl in Nederland hadden ze zelfs en vroeger in de kinderprogramma's ook achterwerk in de kast. Ja. In je hoofd. Dat was super visceraal, zeg maar. Dat was... Ja, de VPRO is wat dat betreft wel baanbrekend geweest in Nederland. Want eigenlijk al die speciale zaken, die kwamen van de VPRO. Dat was toch altijd een beetje anders en een beetje schurend. Ja. En ja, achteraf wel voor heel veel mensen heel belangrijk geweest. Ja, blijkbaar. Terwijl de BRT, de BRT toen... Ja, maar hier had je die verzuiling niet, hè? Dus hier had je, zoals in Engeland, de BBC, had je hier de BRT. Maar in Nederland was die politieke verzuiling in het omroepsysteem terechtgekomen. Ah, right, okay, ja. Dus ja, had... toen die oude VRT hebben toen toch serieus hun nek uitgestoken. Ten eerste met die Urbanus-clips al, die ook redelijk voor controverse zorgen. En ook af en toe absurd waren, ja, absoluut. Ja. En de dingen, de lava met Kamagurka en dan die dingen. Johnny Wood, dat was nog zoiets. Dat was met de Drees Thema's, met Felice Damiano, zalige. Ah, ja. Maar Kamagurka speelde daar Camille Kafka. Die kwam elke week terug, Camille Kafka. Juist. En dingen die speelden er ook. Dit is Camille Kafka, dit is Camille Kafka. En dat ja, geen twee keer zijn. Ja. Goed. Dat is het. Ah, ja, okay. Mooi. Voilà, dus maar een oproep van nu aan dat terug, dat weer terug nu op tv te brengen. Of in de theaters of wherever. Het absurdisme moet terug. De volgende voorstelling van Michael van Peel wordt een absurde voorstelling. Heeft hij nu net beloofd? Ja, die is al gebeurd. Dat was namelijk in 2020. Het heette Corona. En dan was de bedoeling dat je naar een leeg podium kwam zien. Ja, zo. Betaalde, okay. Maar nee, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Mensen zijn thuis. Dat is jammer. Nee, maar dat vind ik wel inderdaad... Van maf is dat niet, dat is algemeen. Maar heel veel comedians... vinden, ook echt oldschool stand-up comedians vinden heel veel van die absurdistische humor heel grappig. Ja. Toch staat dat meestal haaks op wat je dan doet op een podium uiteindelijk. Is dat dan een beetje comedians comedy? Ja, misschien. Ik weet het niet. Omdat je een bepaalde state of mind moet hebben om dat te hebben? Je moet al wel veel durven loslaten en zeggen van oké, dan gaan we hierheen. Woehoe! Je moet natuurlijk ook de norm weten om ervan los te kunnen komen. Ja, maar dat is gewoon een nozel, deze. Ja, dat is het. Ja, dat is het idee. Ja. Want natuurlijk, heel veel van die tv-programma's van Wim de Schippers, die gaan ook over tv-programma's. Dat is eigenlijk... Dus dit verwacht je van een tv-programma en daarom doe ik nu dit. Ja. Het tegenovergestelde of iets wat juist anders is. Slecht een rare kadrage of juist ergens naartoe gaan waar het niet gebeurt, weet je wel, dat soort toestanden. Dus dan moet je wel die tv-normen snappen om te weten wat die aan het doen is. Ja, ik denk dat het in theater nu makkelijker is om zo'n dingen te doen dan op tv. Dat veel moeilijker te verkopen is. En ik denk nu in één keer aan nog een paar andere erfgenamen van Wim T. Schippers, namelijk het fantastische duo Waardenberg en De Jong. Ja. Die toch ook ongelooflijke rare dingen deden op het podium. Ik absoluut. Heb daar een paar shows van gezien. En dat was gek. Ik ben ooit in de zaal geweest dat ze die lijm en die dingen... Heb je die show ook gezien? Ja. Dat ze zogezegd de zaal gaan behangen. Ja, en ja, met ja. lijm en dan heel... En op een gegeven moment speelt één een soort aap. En die pakt iemand zijn tas uit en die gooit het door de zaal heen. En dat is, die klimt gewoon op de balkons en zo. Hè. Ja. Pieter Jong, die was ongelooflijk. Dat was ook heel fysiek gedoe. Heel fysiek. Die hebben zich heel verwond ook. Maar daar zaten een paar dingen bij die soms heel lang uitgesponnen werden. En dan toch uiteindelijk altijd boeiend bleven. Ik heb dus er heel één scène dat ze elkaar in de bek spugen. Dat klinkt heel goor, maar dat is het ook. Het is ook goor. Maar dat is legendarisch. Maar die hebben ook een ongelooflijk cool tv-programma gemaakt. Ja. Waarin ze ook allerlei sketches, maar echt hele absurde dingen in rare... Ja. Maar, en ook heel mooi gemaakt. Echt goed gedraaid. Ja. Heb je ooit gezien Van Peel? Nee. Nee, zeg maar niks. Waardenberg de Jong. Check die shit uit. Ja, is echt gaaf. Is echt heel gaaf. We staan allemaal op DVD. Ja. Dan hier bij mij in de kast. Bij mij ook. DVD. Ik heb hier nog een cassetje aan gewild. Ja, dat is wel gaaf. Zeg. Ik zal het doorgeven. Ik zal het opsturen met de post.
Ja, Jan, dat jij lijkt me ook wel een verzamelaar. Want jij kunt ook goed flapperen, dus jij bent ook wel een verzamelaar, denk ik. Een bijhouder vooral. Ik streef geen volledigheid na. Wat toch een beetje de functie is van een verzamelaar, van zo volledig mogelijk te kunnen. Ja. Nee, dat is niet. Maar ik kan, op het moment dat ik ergens mijn hart en mijn portefeuille aan verband heb, dan raak ik daar moeilijk terug vanaf. Ik heb te veel platen, dat klopt. Daar zou er een hoop van weg moeten. En soms denk ik van, ik ga een keer... En dat lukt niet. Ik kan er geen afscheid van nemen. Mijn instrument is juist hetzelfde. Op het moment dat die een keer met mij mee op tournee geweest zijn, blijven dan mijn vrienden. En dan kan ik die moeilijk... Ik heb geen afscheid meer van nemen. Ja, ik heb mijn Vespas. Ik snap dat. Ah, met een Vespa, ja, tuurlijk. Vespas. Ja. Dus weer een Vespa. De garage staat hier ook vol. Ja. Maar ik probeer niet te veel andere dingen te verzamelen, want dan wordt het hier gewoon één groot hok. Ja, dat lukt bij mij niet meer. Maar wat ik ook, wat mensen ook moeten checken, is Jan de Smet zijn Instagram account. De Gazetteplaat is een van de beste Instagram accounts op Instagram. Yep. Dagelijks. Dagelijks. Dus jouw vinylcollectie moet zeer groot zijn, want het is... En ja, de mensen zeggen dat soms, maar je moet nog wat platen hebben. Ik zeg, ja, het is niet omdat ik ze ken, dat ik ze ook heb. voilà. Ik heb wel onlangs, zag ik, het is natuurlijk smerig, je had een plaat van Freek de Jonge, Wat fijn om idioot te zijn, die ik niet bezat. Ja. Ja. En daar heb ik nu ook weer te veel geld aan uitgegeven. Dat is een verzamelplaat van Freek de Jonge die wat fijn om idioot te zijn. Ja. Dat is een nummer van Neil Innes, van de Bond Rock Band. Klopt. How sweet to be an idiot. An idiot, ja. Klopt. Ik dacht dat ik alles had, maar dat moest dus ook nog in de collectie. Waarvoor dank! Alright, heren, we gaan er ongeveer een eind aan breien. Zal ik hem inzetten dan? Zet jij maar in dan. Zet hem maar in. Colophon. 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 Aan dit programma werkte mee. Colophon. Jan de Smet. Karel Servet. Boy Bensdorp. Kees Colophon. Dames Rinico. Elsje de Wit. Fred Hasse. G. Braatsleek. Colophon. Colophon. Ingrid Kortenbroek. Jacqueline van Bentem. Colophon. Jan Bos. Colophon. 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 Wilhelmina Kutje Junior. Colophon. En Jan de Smet. Maarten van Peel. Jorrit Tamminga. Kim Duchateau. En Jens de Donker. Heren. Enorm bedankt voor het gesprek. Colophon. Het is allemaal meer stemmen. Colophon. We zijn nu gewoon van jou aan het genieten. Colophon, fade out. Colophon. Colophon, goed luisteraars, bedankt, tot volgende week. Colophon.